Mensen, ga maar zitten, we gaan beginnen. En een applaus voor onze band, voor Bruno en Philip. Hey. En natuurlijk, hallo, 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 voor de mensen thuis. Hacktalk nummer 18 alweer, hier live vanuit Worm. Met onze band Bruno en Philip. Onze VJ Pleun Gremmen natuurlijk, met prachtige beelden achter ons. En dat wordt natuurlijk allemaal mogelijk gemaakt. Dankzij de steun van de gemeente Rotterdam. En Stedin Netbeheer, onze vaste sponsors. Een hoop dingen zullen hetzelfde zijn voor de kijkers thuis die de eerste 17 afleveringen hebben gezien. Maar er is wel iets veranderd in de tussentijd. Zoals jullie misschien hebben gezien, een aantal mensen hebben dit soort shirts aan. Van DIVD, het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure. Aflevering 16 die hadden we al gedaan met de 1,5 meter samenleving met DIVD. Dat was een soort aftrap. Hè. Wij zijn begonnen als groep hackers het internet te redden. Hè. Een ambitie niet minder dan dat. En wat schetst onze verbazing? Er zijn enorm gegroeid in de tussentijd. Er zijn inmiddels met 60 vrijwilligers. Zijn ook regelmatig in het nieuws geweest. Wellicht de grootste klapper was vorige maand over Kaseya, een wereldwijde ransomware aanval, was mogelijk gemaakt door een lek in Kaseya. Dat heeft een van onze onderzoekers ontdekt, Wietse Boonstra, die is hier ook. Ons C-cert heeft dat opgepakt met Frank Bredijk, Lennart Oudsoor en natuurlijk Victor Gevers, onze voorzitter. Maar we hebben ook andere onderzoeken. Bijvoorbeeld Microsoft Exchange, dat was ook zo'n naar ding, weet je wel. Zo'n mailserver kun je hacken en dan kun je eigenlijk van alles afsnoepen. WordPress, hè, wat heel veel mensen gebruiken, hebben we ook allemaal gescand. Dus Hacktalk 18, we worden volwassen. En echt met serieuze content van DIVD. En what's more, we gaan ook de DIVD Academy gaan we lanceren vandaag met Astrid Ozenbrug. Want de jonge generatie moet natuurlijk ook leren hacken en dan ook wel netjes en goed hacken. En hier staat trouwens een beeld hoor, ik weet niet of je dat weet. Zembla is hier ook. Dat is wel leuk. Ja, sinds we in het nieuws zijn, komen ze allemaal op ons af. Maar de mensen thuis zien jou dus ook. Hè? Ja, ga maar even Victor filmen, die is toch al beroemd. Ja, prima. Oké. Het is onze show, toch? Maar leuk dat jullie er zijn, hoor. Victor was ook in het nieuws hier, hartstikke lachen. Nee, dus we gaan die academie gaan we lanceren, een nieuwe groep studenten. Is het nou één groot DIVD-feestje? Nee, dat nou ook alweer niet. Hè? Met de Kaseya ransomware-aanval zijn er toch ook slachtoffers geweest. Dus we zijn ook super trots dat Wesley Born, de directeur van Velsart, hier aanwezig is. Om te vertellen hoe zij als managed service provider 154 klanten hebben moeten helpen door deze crisis heen. En zijn het dan allemaal mensen die al eerder zijn geweest bij DIVD? Nee, we hebben ook iemand die hier al 4 keer is geweest. Namelijk Elger Jonker. Ja, dat is een van mijn favoriete hackers die niet bij DIVD zit. Nou, nog niet, laat ik zo zeggen. Was hier al eerder met basisbeveiliging, heeft hij uitgebreid tot en met de zorg. Dus dan gaan we ook kijken hoe het scannen, melden en fixen in de zorg eraan toe gaat. En natuurlijk ook een vooruitblik naar de komende hackerkampen die eraan zitten te komen. Bornhack, dat is eigenlijk al begonnen. En volgend jaar MCH, daarover later meer. Goed, Lennart, kom er even bij. Want hoe we het gaan doen is, begin met Lennart en dan straks komt Frank erbij. En dan doen we een beetje soort kettinginterviews en dan tussendoor. En dan gaan Philip en Bruno lekker spelen. Dat geeft jullie dan ook de tijd om eerst op te letten en vervolgens los te gaan op social media. Dus op Twitter gebruik de hashtag Hacktalk18. Dus in die pauze ga ik dan ook kijken van, wordt er al een beetje gereageerd? Nou, ik zie dat de laatste tweet is van mijzelf. De ene laatste ook. De laatste tweets zijn van mezelf. Ja. Sorry? Oh nee, Hacktalk 18, daar moet je echt naar kijken. Ja, dus doe dat als hashtag. En je kan ook in de chat kun je van alles roepen. Dus ik zie, Jilles is ook online. Hoi Jilles, dankjewel, leuk. Thomas is erbij, kijk eens aan, Bart, gezellig. Dus klets ook mee via de chat, dus als de muziek speelt dan ga ik dat even samenvatten over het item wat het net geweest is. Lennart Oudshoorn, als enige niet in DVD-shirt, want in je dagelijks leven doe je de triage bij Zero Copter. Correct. Hier ook wel vaker op het podium geweest. Ja, er zitten ook Zero Copter mensen, Chantal. Dat is een bedrijf waar je, helpenhackers kan inhuren. Je zegt van, kijk naar onze site en als ze nou wat vinden, dan krijgen ze daar geld voor, voordat de bad guys dat doen. Vandaar Zero Copter, het overzicht van Zero Days. Ja. Nu even niet, want in de avonduren en het weekend
En in de rokerspauze en eigenlijk alle momenten die je aan kan grijpen. Werk je ook voor DVD? Ja, daar lijkt het inderdaad wel op, dat het soms alle momenten zijn. Maar ik slaap ook nog wel eens. Dus. Ja, ja, je bent eigenlijk een dubbele baan. Hè? Dus je werkt bij Zerocopter als vrijwilliger bij DVD. Ja. Kan ik het zo zien? Ja, zo kun je het wel zien. Ja. Nou, je bent hier ingerold vanuit ook een achtergrond als pentester. Ook jij bent hier eerder geweest, maar dat was toen het nog een ander programma was. Bij Game of Tones had je met je collega's, dat je de toon op de pijnbank gelegd. En die andere ook. En die andere ook, ja. En prijzen meegewonnen. Hartstikke mooi. Nou, bij de onderzoeken die we vandaag bespreken, Kasea, Microsoft, ben je ook betrokken geweest. Maar we gaan straks met jou hebben over de WordPress websites. Ja. 313.000 hier in Nederland, die je gescand hebt. Maar ik wil het eerst met jou hebben over, ook een beetje als introductie voor de kijkers thuis, maar ook voor de studenten van de DVD Academy, want dit is jullie eerste lesprogramma, opletten. Hoe doe je dat nou, dat scannen? We hebben het er vaak over gehad hier, we trappen een scan af en dan gaan we het hele internet scannen op een bepaalde kwetsbaarheid. Ja, dat klinkt mooi, maar hoe doe je dat? Nou, dat hangt er natuurlijk heel erg vanaf voor welke kwetsbaarheid je wil scannen. Mm-hmm. In het geval van WordPress was dat met WP-scan, maar ja, afhankelijk van de kwetsbaarheid gebruik je soms eigen tooling, soms beschikbaar publieke exploits. En dan ga je een manier verzinnen om te scannen. Het kan bijvoorbeeld ook met Zmap zijn of met Nmap, maar soms kijken we ook alleen maar naar een versienummer, dus dan moet je alleen maar de pagina's bezoeken. Dus dan schrijf je daar een geautomatiseerd scriptje voor. Er is eigenlijk geen één vast trucje van, zo scan je alles. Nee. Maar het is wel een proces. Een van de belangrijke dingen daarin is voor ons vaak dat we beginnen met wat OSINT data. Dus we kijken naar Shodan, Splice, Zensis. En dan kijken we, welke systemen hangen nou aan het internet met het product dat wij willen gaan scannen. Ja. Dus dan verkleinen we eigenlijk al een beetje de lijst waarop we moeten scannen. Dat je niet het hele internet af hoeft te scannen daarvoor. Ja. En dan begint het. OSINT data, open source intelligence, dus dreigingsinformatie die voor iedereen gewoon van het internet af te halen is. En met name wat je ook zei, versienummer. Hè? Ja. Want voor de mensen voor wie dat allemaal nog een beetje nieuw is, dat hacken. Hè? Hackers vinden wat, van als je dit doet gaat het kapot. Nou, dan fixen ze dat, komt er een nieuwe versie. Omgekeerd weet je, bij de oude versie kun je erin. Ja. Om daar even over door te praten, hoe zie jij van iets welk versienummer dat is? Het hangt van het product af. Sommige producten zijn heel vriendelijk en hebben het gewoon onderin hun loginportaal staan welke versie er draait. Ja. En bij anderen is het bijna onmogelijk om te achterhalen. Dus dan draai je zelf een aantal versies en dan ga je kijken van, zit er een uniek kenmerk aan? En dat kan bijvoorbeeld de hash van een JavaScript-file zijn of zo die op de site staat. En dan kun je daaruit de versie bepalen. Ja. Als die JavaScript-file uniek is voor die versie, dan weet je dat het exact die versie is. Want feitelijk, maar ook juridisch gezien, ben je eigenlijk nog niet aan het hacken. Je belt gewoon aan om te kijken, wat is hier? Ja, er verschillende meningen over. Ik denk dat het juridisch gaat verschillen per land wat je aan het doen bent, met welk doel je het aan het doen bent. Maar in Nederland mogen gelukkig vrij veel. En ja, je bent op dit moment vaak nog niet aan het hacken. Maar af en toe is de enige manier om te testen om een exploit te gebruiken. En dan ben je dus wel aan het hacken? Dan ben je wel aan het hacken. Want je hebt een kwetsbaarheid, maar met een exploit, dan kun je ook schade aanrichten. Ja. Maar hoe scan je dan zonder schade aan te richten? Nou, daarvoor gebruiken we dus het liefst een test op versienummer of iets dergelijks, want dat is gewoon het minst intrusive dat je kan doen. En op het moment dat je een exploit nodig hebt, dan moet je gewoon zorgen dat je heel goed weet wat je exploit doet, hoe het precies werkt en dat je geen schade aan het systeem aanricht. Ja. We kiezen ervoor bijvoorbeeld eigenlijk nooit voor om met remote code execution exploits te scannen, want dat vinden wij gewoon te ver gaan. Dan ben je code op een systeem van anderen aan het draaien. Ja. En dat is, volgens ons is dat niet proportioneel, dus dat doen we niet. Want de andere kant, degene die gescand wordt, ziet hij dat wij eraan komen? Hij zou het kunnen zien. Ja. Als je goed oplet, maar meestal zien ze het niet. Nou ja, dat verschilt per bedrijf. Ja. Oké, dus dan, soms ken je het hele internet, 4,2 miljard IPv4 adressen, dat is tering veel data. IPv6 doen we niet aan scannen. Nee, dat is niet te doen, het zijn te veel. Dus IPv4, dan heb je dus van 4,2 miljard adressen een deel, laten we zeggen 200.000, die hebben die kwetsbaarheid. Nou, dat zie je dan, dan heb je een gigalijst en dan? En dan dan ga je je lijst verwerken. Dus dan probeer je bij die IP-adressen te achterhalen wie is er verantwoordelijk voor dit IP-adres. Welk land staat het? Kunnen we kijken bijvoorbeeld naar of er een certificaat is waar een naam van een organisatie in voorkomt en dergelijke. En dan ga je proberen contact te zoeken. Vaak doen we dat op dit moment nog via de abuse-adressen van de providers. Dat werkt niet altijd even goed, hebben we gemerkt. Nee. En zeker voor belangrijke organisaties proberen we het neer te leggen direct bij hun. Bijvoorbeeld voor goede doelen en dergelijke hebben we altijd iets van, daar willen we wel even een stapje extra voor zetten. Oh, dus kan uit die lijst ook een beetje pikken. Die is belangrijk. Of iets heel vitaals of iets heel spannends. Vitaal of spannend kunnen we in Nederland natuurlijk bij verschillende organisaties die daarvoor zijn neerleggen. Zorg bijvoorbeeld bij ZCERT en dergelijke. Ja.
gaan we trouwens aan het eind nog over hebben. Ik weet het. Ja, voor de zorg, dus ook even gementiond. Oké, dus dat is het hele internet. Nou, daar gaan we straks nog over hebben met Microsoft Exchange en Kaseya. WordPress. Ja. Nou, WordPress, veel van jullie kennen het, zo niet, dan heb je ook wel een hoop WordPress-websites gezien. Dat is een content management systeem, super handig. Je kan gewoon allerlei dingetjes erin zetten. Je kan mensen toegang geven dat ze ook dingetjes kunnen posten. Maar natuurlijk ook super handig voor hackers. Kan heel veel mooie plugins installeren. Ja, allerlei mooie plugins die nog even verouderd zijn, waardoor hackers er ook weer in kunnen. Nou was er iemand van InfoO.nl. Ja. Die heeft een inventarisatie gemaakt van hoeveel WordPress-websites draaien nou in Nederland? Nou, zijn... niet per se in Nederland, maar met een .nl-domein. Oh ja, dat is natuurlijk een verschil. Je hebt IP-adressen van Nederland en .nl, dat is iets wat namens Nederland, maar die kan ook ergens anders. Ja, en je kan best een .com naar een Nederlands IP-adres laten wijzen natuurlijk. Ja, goede correctie. Maar dat zijn er dus 313.000. Yes. Blijkbaar in het Nederlands, anders doe je in .nl hier iets van doen hebben. Met die lijst ben je aan de slag gegaan. Ja. Wat heb je ermee gedaan? Nou, daar hebben we dus tegen al die 313.000 sites hebben we WP-scan, een programmaatje om WordPress-sites mee te scannen op kwetsbaarheden, hebben we gedraaid. En het doel was eigenlijk om een beetje inzichtelijk te kijken in Nederland, van, joh, wat draait er nou, hoeveel WordPress is het, welke versies zijn het, hoeveel ervan is verouderd. Nou, daar hebben we onderzoek naar gedaan. Ja, je kunt ook op dvd.nl teruglezen, een hoop technische informatie. Hier zien we inderdaad de case files. Hè. Dus iedere keer als DVD een onderzoek heeft gedaan, wordt het afgerond met een report. In het Engels, want de hele wereld moet het kunnen lezen natuurlijk. Nou, dit is dan toevallig Nederland. Jullie hebben twee onderzoeken gedaan. Eentje WP Discus. Ja. En dat is een plugin. Dan komt er zo'n chatboxje op je site. Hè. Dus net als hier bij Vimeo. Hè, dan kun je tekst in dat je zegt van, oh, wat is leuk. Daar hebben we dus ook een plugin voor. Maar daar ging wat mis mee. Nou, die plugin, daar bleek een remote code execution exploit in te zitten. Dus we hebben gekeken waar WP Discus draaide en welke versies dat waren. En aan de hand daarvan meldingen gestuurd. Ja. Waren er gelukkig niet zo heel veel in Nederland. Want zo'n remote code execution exploit, dan kun je dus eigenlijk in dat tekstvakje naar stacks ook gewoon code typen. Ja. En dan kun je gewoon meteen de database aan. Wat voor code was dat? WordPress is geschreven in PHP. Dus als je dit zou exploiten, dan is de logische stap om PHP-code te gebruiken. Ja. En dan draait het gewoon op je webserver. En dan kan een aanvaller die server eigenlijk programmeren om te doen wat hij wil. Dus je kan hem gewoon helemaal overnemen? In de context van de webserver, ja. Maar je komt waarschijnlijk wel binnen als de gebruiker waar de webserver op draait. Dus je zou niet nog de hele server kunnen overnemen. Oké, in ieder geval wel nasty shit. Ja, je kan wel echt een hoop doen al. Dus van die 313.000, hoeveel hadden dit? In Nederland hadden het er echt niet veel. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Maar. In ieder geval 90.000 draaide dit. Ja, maar die waren wereldwijd, die 90.000. Oh, en dat was wereldwijd? Dat zijn de installs. Volgens, ja. En dan binnen Nederland was het een handje vol, dus er was ook handmatig enkele tientallen. Ja, het was enkele tientallen. Dat was nog echt goed te melden. Ja, want dan kun je gewoon inderdaad kijken van, nou, dit is het e-mailadres en dan stuur je een mailtje. Ja. En hoor je dan wat? Of? Het nadeel van WordPress is dat het... ten opzichte van dingen als Exchange, dat is vaak een bedrijf, die hebben een IT-afdeling, daar ga je mensen vinden die je probleem willen snappen voor je, die willen helpen. Nou, WordPress, iedereen kan dat installeren. Hmm. En je krijgt gewoon nauwelijks reactie, omdat mensen denk ik het niet zo erg begrijpen en niet weten wat er aan de hand is. Wat voor sites zijn dat dan? Ja, van alles en nog wat. Je kan een WordPress-site maken voor je kat als je er zin in hebt. Ja, dat lijkt me heel handig. Er zijn ongetwijfeld mensen die dat doen. En dan krijg je dus een melding van DVD van, hey, remote code execution. Miauw. Ja. Wat de fuck. Maar er zijn natuurlijk ook veel MKB'ers met webshops die ook denken van, hey, zeker. Ga met die banaan, zet hem erop. En dan is het dus wel heel nasty. Ja, zeker. Je hebt dan een aantal plugins die WordPress in een webshop veranderen. En dan gaan er betalingen via die site. En dan kun je zelf opbedenken wat er mis kan gaan als een aanvaller ertussen gaat zitten. Dan was er nog een andere kwetsbaarheid die jullie zijn gaan scannen. Publicly readable dump.sql. Ja, dat is een mooie backup van je hele database met daarin je wachtwoord. Oh, kijk, dat is handig. En dat is heel handig om die te maken. Echt, maak backups, mensen. Ja. Maar laat ze vooral ook je wachtwoord in. Laat ze niet op je webserver staan waar de hele wereld ze kan downloaden. Nee. Dus dat hebben jullie niet gedaan, maar je kon wel zien dat het kon. Ja, we zagen dat die bestanden er waren. En toen hebben we al die mensen maar een mailtje gestuurd met, hey, haal dit bestand even weg en doe dit niet nog een keer. Ja, oké. Er was nog een andere. Duplicator plugin installer /log.txt. Ja, doet eigenlijk hetzelfde, maar dan in tekstformaat. Het is een duplicator voor je database. Dus de ene maakt een echte backup en de ander schrijft het naar het tekstbestand. Zodat je hem zou kunnen hercreëren. Vind je het dan niet verleidelijk om erin te gaan zitten kijken van wat staat er nou? Of is het meer de getallen? Waarom zou ik de WordPress site van iemand zo'n kat willen overnemen? Ja, het is gewoon leuk om te zien, hey, dit is stuk. Maar dan kan er ook niet zo heel veel interesse in daarna verder gaan.
Nee, oké. Okay. Maar die hebben jullie gemeld. 85 kwetsbaren. Ja. Netjes bericht gestuurd. Meer in het algemeen. Want kijk, een beetje het dilemma bij content management systemen is, het moet toegankelijk zijn. Hè. Je hebt vaak verschillende mensen die aan de website werken, maar niet voor iedereen. Dus als je specifiek over WordPress hebt, wat zijn nou dingen waar mensen echt op moeten letten dat als je dat gebruikt? Nou, het is sowieso dat het up-to-date is. Ja. WordPress kan inmiddels zichzelf up-to-date houden en de laatste plugins up-to-date houden voor je. Dus het kan zonder echt omkijken naar zorg dat je gewoon altijd de laatste versie hebt. Ja. En is natuurlijk nog een verschil dat als je het op je eigen of in ieder geval een gehuurde server draait, of dan wel bij WordPress in hun cloud zelf, maakt dat nog uit? Volgens mij doet de managed cloud het hele up-to-date houden automatisch voor je. Tegenwoordig. Okay. Dus zet WordPress gewoon bij WordPress? Dat is een optie, maar er zijn ook wel goede redenen om het in je eigen beheer, in je eigen controle te willen hebben natuurlijk. Ja, als je een hacker bent. Vooral. Nou ja, überhaupt als je er data op hebt staan waarvan je zegt van ja, dit is, wil ik niet met WordPress delen, zeg maar, ja. Dat je het wel hun product wil gebruiken. Dan zijn er echt wel redenen te bedenken dat je zelf hosted zou kiezen. Oké. Okay, ja. Hey, dan had ik je ook gevraagd, als je nou scant, hè, dus niet alleen WordPress, maar gewoon de hele wereld, hoe ziet dat er dan uit? En ja. Nou, we hebben een hoop onderhandeld en toen kwam er dit plaatje uit. Ja. Misschien kan je het even laten zien. Eigenlijk al mee, een keer tijdens een vergadering, dat het internet scannen dus echt geen spectatorsport is. Het is niet leuk om naar te kijken. Het is een van ons drukt op een knop en daarna kijk je heel lang naar een scherm waar niet zoveel gebeurt. Wat gebeurt hier? Dit is een screenshot van een server die flink bezig is. Hij is hier ook nog mee gekut, want je ziet maar een aantal van de cores. Het zijn 96 cores uit mijn hoofd. Ja. En wat was het? Iets van 300 nog wat gigagram of zo erdoor in hadden zitten. Ja, het was echt ongeveer de zwaarste machine die we binnen Azure konden opspinnen hiervoor. En die heeft er alsnog anderhalf, twee dagen over gedaan ongeveer. Om die 300.000 sites te scannen. Maar, want als je dat vergelijkt met, ik zal maar zeggen, een server van een bedrijf. Over hoe groot bedrijf heb je dan als je zo'n ding aan het draaien bent? Het gaat niet eens over groot, het gaat over wat voor zware taken je moet doen. Als je dit draait, dan ben je wel bezig met flink wat data aan het indexeren of iets dergelijks. Dit is niet je huistuin- en keukenserver die je voor een website draait. Nee, oké. Okay. Ja, wat ik dus gehoopt had, was dat we dan zo'n rijtje met IP-adressen. Dat begint bij 1111 en dan 1112 en dan eindigt het bij 254, 204. Ja. Maar met kwetsbaarheid erachter. Maar dat mag je dus eigenlijk niet laten zien. Want dan laat je dus zien wie er kwetsbaar is. Ja, dat zou je niet laten zien inderdaad. Nee. Daarom heb ik deze ook zo geknipt dat je er geen URL's meer op ziet die aan het scannen waren. Oh ja. Dat is natuurlijk het dilemma bij dit werk. Je wil aantonen dat mensen kwetsbaar zijn. Je wil ze graag waarschuwen. Je gaat het ook aan anderen melden die het door kunnen melden. Maar je wil ook niet de hele wereld laten zien van hey, hier kun je zo in, want die draait dat. Nee, dat lijkt me niet bijdragen aan het plan om het internet veiliger te maken als je dat soort dingen gaat doen. Nee. Nou, daarom hebben we bij DVD ook een code of conduct. De experts onder jullie kennen waarschijnlijk wel coordinated vulnerability disclosure, waar allerlei richtlijnen voor zijn en dat soort dingen. Dat is allemaal generiek. Dus we hebben vanuit DVD een eigen code gemaakt. Er staat gewoon stap voor stap van hoe dit werkt. Hè. Zo van, nou, wij scannen het hele internet. Het doel is dingen veilig maken. Nou, juridisch hebben we al een soort indekking, maatschappelijk belang, geen financieel wraak, dat soort dingen. Maar ook de criteria subsidiariteit en proportionaliteit. Ja. Dat zijn juridische termen, maar die is ook technisch kan implementeren. Hoe doe je dat? Wat is voor jou nog proportioneel en wat niet? Nou, het betekent eigenlijk gewoon dat we er altijd voor zullen kiezen om het middel te gebruiken dat het minste inbreuk maakt. Dus als we alleen maar vanaf de buitenkant kunnen kijken en dan een versienummer kunnen zien, dat zouden we doen. Maar als we zelf echt moeten inbreken op die server om de kwetsbaarheid aan te tonen, dat niet proportioneel, zouden we niet gaan doen. Ja. Dan weten jullie dat, als je dat zelf wil gaan doen. Nou, er staan nog veel meer in die Code of Conduct. Ja. Wordt ook een beetje de leidraad van deze avond, die steeds terug zal komen, ook straks bij de andere onderzoeken. Zoals ik al gezegd heb, jij bent een van de onderzoekers die op verschillende plekken meewerkt. Vaak samen met Frank en Victor en Wietse en anderen. Die komen straks nog aan bod. Dan gaan we het ook hebben over de scaninfrastructuur, de ethiek en dat soort dingen. Mm-hmm. Voordat de band weer gaat spelen, wil je nog iets anders kwijt? Of Nee, volgens mij was dit hem. Ja, nou, blijf in ieder geval staan, want als Frank erbij komt, dan kletsen we verder over Microsoft Exchange en dat soort dingen. Dan kan ik ondertussen even de chat en Twitter doorneuzen of jullie nog zinnige dingen hebben geroepen of onzin. Dat mag ook natuurlijk. Dus dat is hartstikke leuk. Dan kunnen de mensen hier ook nog even een drankje halen. En ik zou zeggen, speel even iets meer up-tempo. Dan begin en een beetje nerdy effect of zo erin. Kan dat? Ja? Oké, okay, ja, doe maar. Ja, leuk. 2 minuutjes, tot zo.
Ja, dankjewel Bruno en Philip. Oh, we zijn weer in beeld, dus even doen alsof we anderhalve meter... Ja, die is direct uitgemeten, is een driehoek van anderhalve meter. Nou ja, dat gezegd. Goed. leuk dat jullie meekletsen via de chat. Iemand zei dat je dat helder uitlegde, dus ik zou zeggen, blijf dat vooral doen. Iemand zei dat het jammer is dat het in het Nederlands is. Nou ja, kijk, we krijgen met al die Amerikaanse bedrijven alleen maar gezeik als ze het in het Engels doen. Dus kijk, daarom is het ook Dutch Institute for Vulnerability Disclosure. Wat wij doen, het hacken en melden, dat mag nergens zo leuk zoals we dat hier doen in Nederland. Desalniettemin komt de meeste shit uit Amerika, maar dat heb je niet van mij. Goed, aan tafel, Frank Bredijk. ook bijna geen introductie nodig, want dit is al je derde keer, of ja, de vierde keer bij Hacktalk. Ja. Het einde van het internet was je hier, het scannen en het melden. En ook de laatste keer met die lulle mappetje. Bij DIVD de C-Cert Manager, zoals we dat noemen. Hè, dus het Computer Security Incident Response Team voor de hele wereld. Daar komen dus die meldingen binnen, moet doorgezet worden, weet ik het wat. Dat moet een beetje gemanaged worden. Dat doe jij dan. Ook super tof dat jouw werkgever, Schuberg Villers, jou de ruimte geeft om dat te doen. Want het is ontzettend veel werk. En als we het toch over Schuberg Villers hebben, die helpen ook mee met onze scan-infrastructuur. Een collega van je, die zit hier ook. Hoi. Dus het is een van onze trouwe vrienden, Schuberg Villers. We gaan met jou hebben over het volgende onderzoek. Microsoft Exchange. Dat is een e-mailserver, wordt door heel veel bedrijven gebruikt. En daar was dus een zero-day exploit bekendgemaakt. Dus een nieuwe kwetsbaarheid die uitgebuit kon worden. Wat hield u ongeveer in? Net even voor Patch Tuesday. Een paar dingen zeker in het leven. De dood, belasting en Microsoft patches. Maar meestal op de tweede dinsdag. En nu in een tussendoor kwamen er een zootje patches uit voor Exchange. En met een blogpost daarbij van... by the way, we sturen deze uit omdat er iemand is die er misbruik van maakt. Ja, dan weet je dat het zwaar is. Dat betekent inderdaad van even de taken verdelen. Eerst even kijken wie er van de klanten een probleem heeft. En vervolgens kijken welke rest van de wereld, wie de rest van de wereld dan een probleem heeft. En gaande werd eigenlijk duidelijk dat die kwetsbaarheden, die waren zo'n beetje op 4 maart even uit mijn hoofd kwamen. Die werd bekend dat het uitgenut werd. En niet veel langer later kwamen we erachter dat eigenlijk sinds 6 januari van het jaar er al een Chinese groep of een groep waarvan aangenomen wordt dat het Chinezen zijn. Hafnium noemen ze die toch? Ja, daar hebben ze altijd leuke cryptische namen, terwijl iedereen weet wie het is. Maar... Ja, maar goed, ik bedoel, laten we ze Hafnium noemen. Die waren dus al bezig met deze exploits om mailboxen leeg te lepelen, serversystemen over te nemen en eigenlijk van alles en nog wat. Vooral geïnteresseerd in het hoger onderwijs, kennisinstituten, nog een paar specifieke industrieën die ze daar deden. Mm-hmm. En met die kwetsbaarheid kon je je dus voordoen alsof je waren twee kwetsbaarheden aan elkaar gekoppeld. Er was een kwetsbaarheid, remote code execution. Alleen daarvoor moest je je authenticeren. En de andere was, en daarom heette dit onderzoek ook wel proxy logon. Je kon de Exchange server een commando geven en dan ging hij weer een andere website ophalen. Dat klinkt niet zozeer als een groot probleem, want dan kan ik CNN bezoeken vanuit waar ter wereld en dan denkt CNN dat ik een Amerikaan ben. Nou, hartstikke leuk, hartstikke nuttig, maar klinkt niet zo heel spannend. Waren het niet dat Exchange in tweeën gedeeld is? Je hebt een website frontend en een website backend. En als het verzoek van het frontend afkomt, dan zegt hij van dat is een verzoek wat intern komt. Dus laat ik dan authenticatie maar overslaan, want het komt toch van mezelf af. En daarmee kon je dus via het ene kwetsbaarheidje zo doorhoppen naar het andere kwetsbaarheidje. En als je die twee aan elkaar koppelde, had je dus eigenlijk een manier om ongeautoriseerd alles op die server te doen wat je wil. Mailboxen leeglepen, agenda's leeglepelen, mails sturen als een ander, maar ook gewoon
nou ja, cryptomuntjes minen, er een andere website opzetten, eigenlijk alles wat je zou willen. Full admin control. Volledig, hij is niet meer van ons. Als je erop uit bent wel. Hey, en hoe dan zoiets naar buiten komt? Hè? Want Microsoft die komt dan zelf van, hey jongens, groot alarm. Op een gegeven moment was er dus iemand die heeft ook een scriptje gemaakt om dat te onderzoeken. Ja. En dan pakken wij dat op. Dus dat was ook weer Nmap. Hè? Nmap is dus niet een website waar je naartoe, maar het is gewoon een soort tooltje wat wij kunnen gebruiken. Een scriptje daar naartoe sturen. Nou, zoals we net zagen, die 96 servers die dan nachten gaan ronken. Die gaan alle 4,2 IP-adressen af. Staat daar zo'n Microsoft Exchange ding? Ja. Hoeveel Exchange servers waren er totaal wereldwijd? Het aantal totaal wat er aan Exchange was, weet ik niet meer zo goed. Maar, 200.000. Maar van 200.000 inderdaad, 40.000, dankjewel Chris. Goed. 42.000. Inderdaad, zo'n kleine 40.000, 40, 42.000 daarvan, die bleken kwetsbaar te zijn in de eerste week. Ja. En dat is echt wel een enorm potentieel. En toen kwamen we ook tegen schaalproblemen, rolden we op. Ja. Want ja, normaal gesproken hadden een mooi pluginnetje voor Gmail, waarin we mail merge konden doen. En daar konden we 1500 mails per dag mee versturen. En, dat is al heel veel. Ja, dat is heel veel. Daar komen we wel mee toe. En anders doen we het over 2 dagen. Maar ja, 40.000, 42.000 gedeeld door 1500. Dan heb je het niet meer over tijdig. Nee. Dus gelukkig hebben onze vrienden van BitOns daar enorm mee geholpen. Okay. Die hebben onze mailserver ter beschikking gesteld, waarmee we deze er wel uit konden sturen. De eerste batch is overigens gegaan via partners, via het MBIP naar Nederland. En internationaal konden we die ook kwijt. Ja. Want ja, we konden dit gewoon niet meer. Dit was even een categorie of 10, factor 100 groter dan het geldse onderzoek tot nu toe. Ja, want even los van Microsoft Exchange, het voorbeeld wat je nu noemt, daarin zie je dus ook van, hè, wij zijn vrijwilligers, onderzoekers, maar dan per onderzoek haakt er van alles aan. Ja. En helpen mensen mee, dat vind ik ook wel mooi om te zien. Ja, gelukkig wel, want we kunnen het, weet je, we kunnen dit netwerk, is een samenwerkend netwerk, maar we kunnen het ook niet in ons eentje secure houden. Ja. Iedereen zal mee moeten steppen, want anders dan gaan we het verliezen. Ja. En toen, want dan heb je dus 42.000 kwetsbaren gevonden. Nou, dat keer 3 mailtjes die je dan stuurt. Hè? Dus die 128.000 e-mails verstuurt. Maar wat komt er dan terug bij het C-Cert? Zo van, hey, what the fuck doe je bij mijn server? Of super, dankjewel. Of hou op met spammen, wie is dit? Of helemaal niks, dat kan ook. Een volledige mixed bag. Waarbij wel gelukkig het grootste deel positief is. Oké. Okay. Ja, je hebt er ook wel eens wat mensen tussen zitten. Je mag mijn systeem niet scannen. Ja, nou, laten we die discussie niet met elkaar aangaan. Bedoel, lekker toch. Wij denken van wel, maar nou ja, probeer er eens een punt van te maken, zeg maar. Kijk, wij doen het met de goede intentie. We doen het om de wereld een beetje beter te maken. Ja, en je kunt zeggen dat we hier niet mogen scannen. En wij denken dat het beter is als we het wel doen. Doel heiligt de middelen, kun je zeggen, toch? Ja, doel heiligt, dan kom je hem terug bij die proportionaliteit waar je het net over had. Doel heiligt niet alle middelen. Nee. Maar dit is dus een scan waarbij we, Exchange roept gelukkig ook, als de juiste systemen opvraagt, dan roept hij gewoon netjes van, nou, ik ben dit en dit versienummer. Dat doet hij niet tot achter de comma, dus ja, je hebt een inschatting van, nou, dit is zeker bende, want dat wordt al 4 jaar niet gepatcht. Dit is waarschijnlijk ellende, want het is al 1,5 jaar niet gepatcht. En dit is misschien ellende, want het is in de afgelopen 2 maanden nog niet gepatcht. Nou, misschien wel, misschien niet kwetsbaar. En by the way, deze zijn zeker gepatcht, dus daar moet je het mee doen. Dus die inschatting moet je ook maken. En gelukkig kwamen we gaandeweg het onderzoek, kwamen er nieuwe methodes beschikbaar om dus fijnmaziger te bepalen of er wel of niet een probleem zat. Ja. Want je noemde net ook NBIP, hè, de Nederlandse Beheermaatschappij voor internetproviders. Want dan kregen die slachtoffers, laten we het maar even zo noemen. Ja. Dus eerst een mail van ons, die 42.000. Nee, die hebben in eerste instantie via ons, via NBIP hebben zij een mail van ons gestuurd. Want wij konden, ja, we hadden niets om 40.000 mails te versturen. Oh, oké. Okay. Ja, dus die kwam in eerste instantie via hun. Want daar zitten dus de internetproviders in. Ja. Die dan kunnen zeggen van hey, want dan wordt het ook serieus genomen natuurlijk. Als mensen ons niet kennen, weten zij wel. Ja. En de mate van serieus nemen, ja, die verschilt per internetprovider. Er zijn internetproviders die dit soort berichten gelukkig wel snel doorsturen. En er zijn er ook waar je na 2 maanden nog van te horen krijgt van, sorry meneer, u heeft de procedure niet gevolgd. Wilt u alstublieft dit webformuliertje even invullen? Ja.
Ja, er kwam pas 2 maanden later een auto-reply van kunt u dit formulier invullen? Ja, hij zegt gewoon nou ja, ik heb er een mening over en die zal wel duidelijk zijn, maar ik ga hem niet uitspreken. Nee, oké. Okay. Hey, maar om het toch een beetje behapbaar te maken, die 42.193, dat was wereldwijd. In Nederland waren het 2149. Kijk, dat is een getal dat is nog wel behapbaar en dat ging via MBIP of die 42.000. Nee, die hebben ons ook geholpen met die 42.000. Oh, okay. Die hebben echt wel een hele bubs daarvan van doorgezet. Behalve dan partijen die echt aangegeven hadden, ja, we willen van jullie geen mail meer ontvangen. Ja. Want ze werken met een gedeeltelijk met een opt-in en gedeeltelijk met een opt-out systeem. Dus niet alles, maar ze hebben ons met de eerste bubs geholpen. En die systemen in Nederland, daar hebben ze ons ook mee geholpen en doorgezet. Okay. Helaas is het ook een keer 2 keer gegaan, 1 keer via hun en 1 keer via ons. Toen wij wel de mailinfrastructuur weer hadden, waar gewerkt worden, worden ook wel foutjes gemaakt. Nou, liever 2 keer gewaarschuwd dan niet, toch? Precies. Ja. Ja, liever 10 keer dan. Nou goed. Hey, en wat je dan ziet is, als het goed is, als je steeds weer herscant, hè, zo'n beetje om de 3 dagen, dan trapt nu een scan af en dan zie je van, hey, gaat het omhoog of omlaag? Daar heb je een mooi tabelletje van gemaakt. Het is leuk als je die even kan laten zien. De tabel met Microsoft Exchange Servers. Grafiekje. Of een grafiekje. Ja, grafiekje volgens mij. Ja. Pleuk, moet even bijblijven. Ja, komt ie. Ja, er is het. Wat ik opmerkelijk vind hieraan, is dat hij gaat eerst omlaag, maar dan toch weer omhoog. Ja, dan heb je ze allemaal gewaarschuwd en dan zijn er weer mensen die denken, oh, Microsoft Exchange, ik heb het daarvan gehoord, het zal wel handig zijn, ik zet hem aan. Hoe werkt het? Nee, dit is een gevolg van een nieuwe onderzoeksmethode. Oh, dat is het. Dus op dat moment wisten we nog weer beter hoe de kwetsbaarheid in elkaar zat. En toen hebben we een discussie met elkaar gehad, want daarvoor moesten we wel een exploit gebruiken. Het was een vrij milde exploit waarmee we wat ik net uitlegde, dat je via zichzelf een bestand bij zichzelf op kon vragen, zeg maar. Daar hebben we een heel onschuldig bestand uitgezocht, dat opgelepeld. En als we daar inhoud van terugkregen, dan wisten we zeker dat het was. En die marge die je daarin ziet staan, zeg maar tussen die 23.000 en die iets meer als 30.000. Dat zijn dus systemen waarvan we in eerste instantie zeiden van ja, op basis van het versienummer zou wel of zou niet kwetsbaar kunnen zijn. Ja. En nu konden we die zou wel kunnen, zou niet kunnen, ze konden we een oordeel over vellen. En toen hadden we er in één, in plaats van 10.000 minder, hadden we er in één weer 7.000 meer. Maar uiteindelijk zie je het omlaag gaan. Ja. En die rode balk, dat is dan weer een nieuwe kwetsbaarheid, waar je opnieuw bent gaan scannen, toch? Ja, want in april kwam er nog eens een keer een bakje ellende overheen. En, terug naar de actualiteit op dit moment. Is dat recent op Black Hat een presentatie geweest is. Waarbij ze ook zeiden van ja, we hebben eigenlijk een compleet nieuw aanvalsvlak gevonden. Er zitten proxy command noemden ze in dit geval. Dus in dit geval konden ze niet via proxy inloggen, maar wel via een proxy commando's uitvoeren. En het vermoeden van die onderzoekers, die hebben ook uitgesproken van, nou, we hebben nu even wat aan het oppervlakte gekrapt. Maar als we er nog een aantal bij elkaar gaan zoeken, dan komen we wel weer. Hou je Exchange. Als je zelf een Exchange server hebt, hou hem in de gaten. Ja. Patch hem. Zorg dat je er bovenop zit. Want het kan zomaar zijn dat je weer dat je in ene patches uit moet rollen. Niet lullen, maar patchen, net zoals we vorige keer zeiden natuurlijk. Ja. Jij zit dan als manager C-cert daar bovenop. Jij zat ook in het onderzoeksteam, hè? En Matthijs Koot, waarschijnlijk kijk je thuis, Matthijs, dankjewel voor het scannen. Top. Hoe heb jij die tijd beleefd? Want toen was het ineens toch wel een stuk serieuzer dan een WordPress website met een kat. Dit was vooral eventjes de schaal. Het was het eerste onderzoek dat zo groot was dat wij draaiden. Dus het was heel veel wennen, heel veel opschalen, heel veel uitzoeken van, dit gaat niet werken om dat te doen. Dit gaat niet werken meer. Dit kunnen we niet meer doen. Nee. Dus een paar dingen veranderd. Dat was regelmatig Excel over zijn nek gehouden. Oh ja. Dat past niet meer in de spreadsheet. Ja. Hey, en we hebben daar dus meer dan een maand lopen scannen. En op een gegeven moment stopt zo'n onderzoek. Hè? Is het dan op? Of denk je dan van die laatste die over zijn, dat helpt toch niet meer? Dat is meestal dat de keuze van, we hebben nu zo vaak gewaarschuwd. Deze mensen gaan niet luisteren, willen niet luisteren, kunnen niet luisteren. Het heeft geen nut meer om ze nog 3 keer te mailen. Dat schiet je niet verder mee op. En wat we vaak wel kijken richting het einde van zo'n onderzoek is, kunnen we nog partijen gaan bellen? Ja.
En dan, nou ja, als je nog steeds 2000 of er iets dergelijks hebt, dan is dat niet realistisch. Maar dan kan je wel gaan kijken van, hey, wat zit hier tussen dat echt een heel groot probleem zou kunnen zijn als het bij die partij misgaat. En kunnen we een telefoonnummer vinden van iemand, hopelijk een beetje technisch iemand, ja, die daar wat aan zou kunnen gaan doen voor ons. Ja. Dan kun je ze nog een keertje uitleggen. Nou, we gaan de ellende dus een beetje opschroeven. We begonnen met WordPress, Microsoft Exchange. Hierna gaan we het hebben over Kaseya, VSA. Daar was je ook onderdeel van. Ja. Kan je even kort vertellen hoe jij dat beleefd hebt? Want jij werd vrijdagavond laat gebeld door Victor. Nou, jij zat nog bij de padvinderij, jij moest er nog bij komen. Wietse die was online, jij kwam er op een gegeven moment ook bij. Straks ga ik hem uitleggen wat het precies was. Hoor. Maar hoe heb jij die eerste nacht beleefd toen jullie door moesten gaan om, ja, zullen we zeggen, de wereld te redden? Ja, dat was wel even bijzonder. Dus de aanval was gewoon live bezig op dat moment. En dan, ja, ben je toch ineens echt iets aan het bestrijden dat heel actief misbruikt wordt op dat moment. Ja. Dus dat was een nieuwe ervaring. Was op zich leuk om te doen. Niet zoveel geslapen, maar nee. Was prima. Oké. Okay. Wil je verder nog iets kwijt voordat we verder gaan? Nee, helemaal goed. Okay. Nou, dankjewel Lennart Oudsoorn. Even een applaus voor hem. En dankjewel. Nou, dat was dus even de cliffhanger voor het item hierna, waar we dus met Wesley Born van Veldhard gaan praten over hoe zij de ransomware aanval via Kaseya hebben ervaren. Blijf vooral twitteren en ik zie dat via Vimeo er al wat gechat wordt. Beetje serieuzer mag wel. Dus tot zo. Ga maar even spelen. En doe maar iets alarmerends, iets bruts. Thank you.
Daniel, Bruno en Philip. Ja, dat geeft mij weer de gelegenheid om weer even een clubmaat te pakken en even te kijken op de chat van Vimeo. Ja, sorry dat ik zei, graag serieuze reactie, want die waren er wel degelijk natuurlijk. Ik zal er even twee uitpikken. Het is wel weer een Rotterdams feestje, lees ik dan. Ja, het is hier toevallig in Rotterdam en ik ben zelf Rotterdammerd. Maar van DVD komen de meeste, dat zou je niet zeggen, maar uit het oosten van het land. Daar hebben we straks ook eentje, herkenbaar als iemand uit Braams. We hebben mensen uit Groningen, Limburg, Den Haag natuurlijk. Dus het is heel nationaal. Ja, en eigenlijk ook internationaal. Hè. We hebben natuurlijk ook allerlei allianties buiten Nederland ook. Een tweede leuke opmerking was van, hoe kan ik mij aanmelden? Ja, het is natuurlijk een beetje net als het Rode Kruis en dat soort dingen. Van, ja, als je de wereld wil helpen, dan ben je natuurlijk van harte welkom. Dat kan via de website. Je kan ook mijn bericht sturen op Victor of Astrid. Hangt een beetje vanaf wat je kan en wat je wil. Dus de meeste mensen zijn onderzoekers. Hè, dus die kijken naar kwetsbaarheden en die kunnen dat helemaal aan elkaar sleutelen. Die kunnen goed scannen. We hebben een behoorlijk groot infrateam. Hè, die zijn allemaal servers in rekken aan het plaatsen en draden aan het trekken en al dat soort dingen. We hebben mensen die, ik zal maar zeggen, meer het kantoor zijn. Hè. Dus we hebben een eigen CISO, we hebben een privacy officer. We hebben nu zelfs een registeraccountant. Dat soort mensen, die hebben we ook nodig. En natuurlijk voor de academy. Daar komen steeds meer docenten, mensen die onderwijscoördinatie doen, al dat soort dingen. Nou, dat zijn een beetje de profielen die we hebben. Ik zoek nog een goede communicatieprofessional. Want zoals jullie misschien al gemerkt hebben, dat via Twitter ben ik niet zo heel prominent aanwezig. Dus, maar ja, het gaat vooral om de intentie of je ergens goed in bent. Webdesigner? Oh ja, webdesigner. Ja, nou, we hebben Lavaro. Ja, en inderdaad een designer die hebben we nu. Ja, we hebben nu een designer erbij. Die gaat ook een nieuwe huisstijl doen. Die zit hier ook in de zaal. Annelie, waar zit je? Ja, daar zit ze. Ja. Samen met Hidde, een hele goede onderzoeker. En dat was ook een opmerking van, nou, het ziet hier wel zwart van de mensen. Ja, inderdaad, vind je wel met die t-shirts hier. Lijkt een beetje een secte. Maar als je het vanaf hier bekijkt, dan is ongeveer de helft in DVD-shirt en de andere helft niet. En natuurlijk onze volgende gast. Je hebt nog nooit van DVD gehoord. En je denkt, waar ben ik nou godsnaam terechtgekomen? Heb ik nou toch aan mijn jas hangen? Ja, inderdaad. Aan je mooie shirt. Niet zwart, hè? Ja, nee, inderdaad, niet zwart. Ja. Dan val je mooi op, inderdaad. Zul je trouwens even helpen? Ja, helemaal goed. Alsjeblieft. Wesley Born, super tof dat je hier bent. Je hebt twee verschrikkelijke weken meegemaakt. Maar als je het achteraf terugleest op de blog van Velsart, leest het eigenlijk als een hackersjongensboek. Even kort samenvattend. Ik doe de lange samenvatting, want misschien is mijn eigen programma. Kaseya VSA, dat is beheerssoftware die MSP's, zoals jullie, gebruiken, managed service providers, om van afstand in de omgeving van hun klanten te komen en dingen te beheren. Dus je kan er van afstand in al hun spullen. Hoe gaaf is het als je dat kan hacken? Nou, daar heeft dus een van onze onderzoekers, Wietse Boonstra, die straks komt, zero days in gevonden, 8 stuks maar liefst, om daarmee te doen wat je wil. We waren dus als DVD met Kaseya VSA Kaseya bezig om dat product te patchen. Er kwam steeds een patch. Nou, dat maakte het allemaal kapot. En daar waren we mee bezig. We waren bijna klaar. Tot de beruchte vrijdagavond 2 juli. Ja. Om 6:30 bij jullie de alarmbellen afgingen. Want, Velsar is dus zo'n managed service provider. Jullie hebben totaal 500 klanten. Jullie zitten in Waardenburg met 31 mensen al die klanten te bedienen, dat het allemaal goed gaat. Jullie kunnen dus van afstand via je eigen beheerssoftware daarin. Kaseya VSA is bij sommigen daar nog onderdeel van. En de Russische ransomware bende, Revol, die ging dus via Kaseya, via jullie, naar die 154 klanten. Helemaal geransomd. Toen moesten jullie in crisismodus. Maar om even dat moment terug te pakken. Waar begon het bij jou? Wat was voor jou het moment dat je dacht van, shit, fuck, daar gaat mijn weekend. Ja. Nou, het was letterlijk zo. Ik was net 4 weken daarvoor vader geworden. Dus wij zaten nog volop in de crisismodus. Crisismodus thuis. Is toch leuk, kan ik je vertellen. Ja. Maar kraambezoek op vrijdagavond ook. Om 5 uur hadden we met de zaak afgesloten. En ik zit buiten op het terras en we zitten even wat te drinken. En op een gegeven moment, 6:30, je noemde het net al. Het werd 6:55. En op een gegeven moment had onze servicedienst, onze storingsdienst 24/7, die meldde
melden op de apps die daarvoor zijn. Van, joh, er gebeurt even wat. Alle servers vallen weg op dit moment. En nou, dat duurde denk ik 5 of 10 minuten langer. Toen hadden we een teamscall met elkaar van wat speelt er. Nou, op dat moment ben je nog eventjes aan het aftasten. Je hebt nog geen idee namelijk. Toevalligerwijs was het ook zo dat er 2 collega's, die waren nog werkzaamheden bij een klant aan het uitvoeren op dat moment ook. Waarbij de eigenaar van de klant op een gegeven moment naar een van onze jongens toe komt lopen van joh, mijn Surface die doet het niet meer, er is wat aan de hand. Waarop een van de jongens zegt tegen die beste meneer van ja, kijken we straks wel even naar. We zijn even met servers bezig, gaat even voor, dat is een topprioriteit natuurlijk. En nou, een van onze eigen jongens die krijgt op een gegeven moment ook te maken met die ransomware op zijn device. En bij jullie zelf ook? Ja, bij onszelf ook. Okay. Ja, ja. Eigenlijk alles wat aanstond op dat moment, alles wat dus de Kaseya Beer agent had, werd geïnfecteerd. En dat gebeurde echt tussen 1832 en 1835 in ons geval. Waarbij oh, in 3 minuten tijd, ja, in 3 minuten tijd. Je klanten plat. Ja, ja, exact. Boom. Ja. Ja, dus ja, overgeschakeld naar inderdaad met elkaar in een teamsvergadering, wat gaan we doen? Nou, daar hebben we ongeveer, ik denk een kwartiertje tot 20 minuten over gedaan om af te stemmen. Wat, wie gaat wat doen en hoe gaan we het aanvliegen? We waren er al vrij snel over eens van, joh, we moeten de servers van klanten moeten we gaan restoren. Dus de backups, de laatste backups gaan terugzetten. En ja, daar zijn we eigenlijk op dat moment zijn we die actie op poten gaan zetten. Dus dat wil zeggen, aantal collega's in de auto om de fysieke servers bij klanten daadwerkelijk op te halen. Aantal collega's vanaf thuis met de cloud servers van klanten aan de gang. En een aantal collega's naar onze locatie in Waardenburg om daar voor te bereiden op de komst van die servers. Ja, want in die eerste 20 minuten, die teamsvergadering, had je toen al de omvang van het probleem? Nou, wat in ieder geval in die zin de omvang van, joh, er gaan heel veel devices gaan op rood. En ja, wat gebeurt er hier? Dus ja. Dat de omvang groot was, dat was duidelijk. Alleen op dat moment wordt er nog wel gespeculeerd van, ja, misschien is er wat met de beheerssoftware. Nou, dat was dan wel correct. Alleen we verwachten op dat moment nog niet dat dit aan de orde was natuurlijk. Je denkt, ja, er is misschien iets aan de hand. Het lukt even niet. Die systemen die zijn niet te bereiken. Ja, die waren dus wel te bereiken, alleen op een verkeerde manier. Wanneer kreeg je bericht van Kaseya zelf? Van hey, wij zijn gehackt, jullie dus ook. Ja, ik denk dat de eerste berichten ook die vrijdagavond rond, ja, ik denk tussen 10 en 11 kwamen. Wij zijn zelf in de loop van de nacht gebeld door accountmanagers van Kaseya. Van joh, dit speelt er. We hebben onze SaaS-servers hebben uitstaan en ja, we zijn bezig met de VSA-servers van klanten ook uit te zetten. Al dan niet met, in samenspraak met jullie, maar in ieder geval dat gebeurde. Ja, we hadden hem op dat moment al lang uitstaan, dus we hebben dat nieuwsbericht niet afgewacht. Het was duidelijk van er gebeurt wat met die VSA-server, uit met dat ding. Ja. En hij is tot op de dag van vandaag ook niet meer aangegaan. Ja. Ja, als ik de timeline van DVD terugkijk, 8:30, als ik het goed heb, toen werd in ieder geval Wietse, die het gevonden had, bericht, Victor ook. Jij kwam er om 10:00 bij, geloof ik, jij was ook met de padvinderij op pad. Ja, 10:30 of zo. Je moet scouting zeggen, anders worden ze boos. Oh, sorry, dus scouting. Jij zat gezellig aan het kampvuur, toen ging je telefoon helemaal los. Ja, 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 ik kwam er pas zaterdagochtend bij, hoor. Dus ik was helemaal aan. Jij was nog even lekker in de stad. Ja, en we, ja, DVD ging toen inderdaad scannen en melden. Maar goed, daar komen we straks nog op terug. Ja. Even terug naar jouw verhaal. Ja. Toen hebben jullie gewoon een dag nacht moeten doorgaan waarschijnlijk. En vervolgens hebben jullie 2 teams gevormd die om en om 12:00 achter elkaar doorgingen om met busjes naar de klant te rijden, ja, servers uit de rekken te trekken, in dat busje te pleuren, naar je kantoor toe, ja, dat ding neerzetten, alles nou ja, opnieuw installeren. Daar hebben we ook beelden van. En ik heb gevraagd, heb je daar toevallig foto's van gemaakt? Ja. Ik ben heel benieuwd. Ja, er is iemand gelukkig geweest op dat moment die dacht van, dit is historisch, ik moet dat vastleggen. Ja. En ja, daar zie je dus, jullie kantoor staat helemaal vol met computers overal. Ja. Hoe doe je dat? Nou, wat er gebeurde, we hadden de eerste groep natuurlijk om 8:00 bij elkaar op kantoor. En toen wisten we al snel van, ja, het gaan niet op 5 of 6 servers die terugkomen. Nee, dit gaat groot worden. Ja, we hebben ons reparatiecentrum, zeg maar, waar we assemblagewerkzaamheden doen en reparaties uitvoeren van systemen van klanten. Maar dat stond eigenlijk binnen no time vol. En toen dachten we van, ja, we moeten hier gaan opschalen, want die restore-procedures, die duren natuurlijk even. Moet terug van een NAS of van een online backup vandaan. Dus zo'n machine staat best wel even op de bank. Alleen jouw mensen staan op dat moment te wachten. Dus hebben we gezegd, van, we moeten zoveel mogelijk van die machines moeten we aan kunnen hebben.
En nou, wat we toen gedaan hebben is, een klant die zit in de aggregaten en in de noodstroomvoorzieningen. Die zijn op dat moment, ik geloof zaterdagochtend vroeg, zijn ze op locatie geweest om extra stroompunten voor ons te maken. En die ronkende service te voeden. Ja, om groepen in de meterkast daadwerkelijk uit te breiden. Want we hadden op een zeker moment, ik denk 20 of 25 tal servers tegelijkertijd aanstaan. Ja, dat vraagt toch even wat van de capaciteit. En je wil niet hebben dat tijdens het restoren de server uitvalt. Nee. Dus ja, we hebben even alle noodstroomvoorzieningen daar uit de kast getrokken om daadwerkelijk een crisiscentrum te bouwen. Het zal ook lekker warm geweest zijn. Ja, en het was buiten ook nog warm, dus nou ja, het was dubbel op. Een hoop engineers liepen in de korte broek, dat mocht voor een keer. Ja. Maar jullie hebben 31 mensen in dienst, je hebt 500 klanten waarvan van de 154 geraakt zijn. Dan loop je team op een gegeven moment leeg. Kreeg je extra hulptroepen daarbij, naast de stroomvoorziening, maar ook andere IT'ers? Nou, allereerst, het was natuurlijk net na de vrijdagmiddagborrel, dus iedereen moest weer even op stoom komen van wat gaan we doen. Dus die eerste crew die de nacht heeft gelopen, dat waren er denk ik een stuk of 10. Afgewisseld door de rest van de mensen op die zaterdag. En in de loop van de zaterdag kregen we vanuit echt de meeste hoeken, de ondenkbare hoeken eigenlijk, kregen we hulp aangeboden. Moet je denken aan collega's uit de buurt, maar ook bevriende IT-consultants die zich melden. Van joh, kan ik wat betekenen? Eentje zit toevallig hier in de zaal. Maar die zijn ook met mannenmacht zijn ze naar ons toegekomen en hebben meegeholpen om of de servers erop te halen of weer terug te plaatsen en werkzaamheden op locatie bij de klant uit te voeren. Hoe zou je de sfeer beschrijven? Is dat paniek, is dat stress of is dat juist een soort kalmte van wij zijn aan het... Is dat een hyperfocus of is dat chaos? Nou, ik denk dat zeg maar het begin, dus de vrijdagnacht... Het moest allemaal een beetje indalen van wat gebeurt er eigenlijk. Ik ben zelf die nacht tot 2:30 aan het werk geweest. Heb 4 uurtjes slaap gepakt om vervolgens mijn compagnon af te kunnen lossen. We hebben met z'n tweeën de organisatie en die was in die nacht was die er geweest. En vanaf dat moment zijn we eigenlijk aan de gang geweest om te coördineren. Van wat gebeurt er, waar gaan we naartoe, hoe ga je je klanten groeperen. Je hebt een aantal klanten met productiebedrijven die stil lagen. Dan moet je een bepaalde volgorde gaan aannemen. En dan is het heel belangrijk om dat overzicht te kunnen bewaren. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want je weet op dat moment echt even niet wat er gebeurt. En je zag zeg maar de stapels met servers die binnenkwamen, werd veel groter dan hetgeen wat daadwerkelijk ook de deur weer uitging. Dus op dat moment dan loop je... Als een kip zonder kop misschien wel eventjes door de tent heen. Maar in de loop van de zondag hadden we wel het gevoel van... Oké, er is nog heel veel te doen, maar we krijgen het wel onder controle. We hadden inzichtelijk van wat speelt er, welke klanten moeten we nog doen, welke hebben we al gedaan. En we kregen in ieder geval het gevoel van, dit gaat nog wel even duren. Maar we wisten waar we mee bezig waren. Dus het was gestructureerd uiteindelijk. Ja, want uiteindelijk op 4 juli, het is ook geen toeval dat 4 juli was. Nee. Om 17:50 hadden jullie 70% hersteld. Ja. Dus meer dan 100. Nou, respect daarvoor. Voor de mensen die het niet in het nieuws hebben gezien, die datum was dus ook echt gepland. Hè? De meeste slachtoffers die vielen in Amerika, nou, daar heb je 4th of July, dat is een soort koningsdag, maar dan voor de Republiek, zal ik maar zeggen. En dan gaat iedereen aan de barbecue zuipen, weet ik het wat. Dus dan ga je juist op die vrijdagavond dit soort nasty shit doen, zodat je weet van, ze kunnen hier niet snel op reageren. Nou ja, daar hebben wij in Nederland dan ook last van gehad. Jullie, Hoppenbrouwer. In Zweden had je de Co-op, 800 winkels die plat lagen omdat het kassasysteem niet deed en dat soort dingen. Uiteindelijk zijn jullie 2 weken bezig geweest. Hè? Wat was het moment dat je dacht van, nou, druk op de knop, nu kunnen we rusten. Of gaat dat als een nachtkaars uit? Nou, je vertelde net al, die maandag 70% van de klantsituaties gerecoverd. Dat ging dan om 70% van de klantsituaties met serversituaties. Je hebt natuurlijk ook een hoop klanten die tegenwoordig pure werkplekken hebben met aanverwante clouddiensten, maar ook een Kaseya-agent hadden. Dus we hadden ook op een gegeven moment nog heel veel te doen omtrent de werkplekken van de klanten. Onze topprioriteit was de servers operationeel maken, daar gaan de meeste mensen weer gebruik van maken. Maar daarna was het dus inderdaad zaak om ook alle werkstations van klanten operationeel te krijgen. We hebben vrijdag de 2e tot vrijdag de 9e hebben we eigenlijk non-stop gewerkt. Woensdag nacht is de eerste nacht dat iedereen wel naar bed mocht. Dus toen zijn we om 8 uur of om 9 uur gestopt om vervolgens de volgende ochtend om 6 uur weer te zijn. Maar het begint ook heel veel stolte eisen op een gegeven moment bij mensen.
Maar we hebben die vrijdag de 9e hebben daadwerkelijk om 5 uur gezegd van oké, we stoppen nu, we gaan weekend houden. En we gaan volgende week maandag gaan we weer door. Ja. En dat betekende wel dat onze belangrijkste klantgroep op dat moment, en natuurlijk iedereen is belangrijk, maar in ieder geval de organisaties waar de focus echt op moest liggen en die echt door moesten draaien met tal van medewerkers, nou die hadden we in ieder geval allemaal weer operationeel. En dat zorgde ervoor dat het voor ons wel de keuze was van oké, nu even weekend houden en maandag zien we weer. Ja. Hey Frank, ja, en even los van je werk bij DVD, bij Schubert Philips, hebben we natuurlijk ook de opdracht om heel belangrijke klanten continu in de lucht te houden. He, er zitten banken bij, weet ik wat allemaal. Hoe komt dit verhaal op jou over? Want jullie zijn ook een managed service provider. Herken je dit? Kun je in verplaatsen hoe zoiets gaat? Ja, nou ja, ik heb het geluk dat ik het nog nooit heb hoeven doen. Nee. Maar ja, weet je, dit zijn wel de rampscenario's waar je in zit te denken. En, ja. Kijk, het voordeel is wel dat, ik ben af en toe een strenge CISO en ik zeg tegen alle teams, joh, stop al die admin interfaces, zet er lijstjes op, zorg dat ze niet van overal benaderbaar zijn, maar alleen daar waar naderbaar, waar het moet doen. En daardoor hebben we het tot nu toe weten te voorkomen. Maar ik denk iedereen die iets doet wat aan het internet hangt, kan dit gewoon gebeuren. En nu waren jullie aan de beurt. En je kunt dingen doen waardoor de kans bij jou kleiner wordt. Maar uiteindelijk kun je ook gewoon een keer aan de beurt zijn. En dan is het inderdaad gewoon zo snel mogelijk rennen en herstellen. En kijk, het goede is al dat je het woord backup niet met een vraagteken schrijft bij jullie. Ja, precies. Maar daar zijn ook genoeg clubs die dat wel zeggen, zeg maar. Daar wordt backup standaard gevolgd ook door een vraagteken. Deze aanval, geloof ik, ja. Zelfs. Ja, want dat is natuurlijk, als een managed service provider aangevallen wordt, is het extra nasty omdat de klanten die daaronder hangen. Maar aan de andere kant neem je juist een managed service provider om die veiligheid uit te besteden aan jullie. En dat is in dit geval goed uitbesteed. Een van de vragen via Vimeo van Galino is: is er overwogen om te betalen? Hè? Want jouw klanten kregen dus ransom notes. Hè? Want het is niet jullie, maar jullie klanten tussen de 49.000 en een half miljoen, geloof ik, ja, zoiets. Ja. 5 miljoen geloof ik zelfs. Ja. 5 miljoen zelfs? Ja, ja. Nou, dan heb je wel goede klanten. Ja, ja. Ja, okay. Waren er mensen bij die zeiden, ja, laten we nou toch maar betalen? Want, Nee, eigenlijk geen klant of onszelf die daar op enig moment aan gedacht hebben. Eigenlijk hebben we de keuze gemaakt, we lichten de klant in over wat er aan de hand is. En we geven wel de gelegenheid tot. Hè, je kan een keuze maken, we kunnen of gaan restoren of je kan overgaan tot betaling. En onze klanten zijn daar denk ik net zo nuchter in als ons. Daar gaan we niet aan beginnen. Ja. Hele gewaagde uitspraak uiteraard, maar het is wel een filosofie die we erop op nahouden van dat gaan we niet doen. We gaan het met elkaar gaan we dan terug naar de situaties die er waren. Dus nee, we hebben niet overwogen om een betaling te doen. Nee. Ja, moet je sowieso niet doen. Hè? Bekende uitspraak is blackmail is rent. Ja, inderdaad. Het is huur die je betaalt. Ja. Tot ze zin hebben om het weer een keer te doen. Precies. Ze zijn bij je binnen geweest. Ja. Wie zegt dat ze niet nog, weet je, ik denk dat de actie om van schoon te beginnen en naar een weer schone situatie te gaan de goede is. Want als er iemand achterblijft, kan niet nog een keer doen. Dus het geld wordt natuurlijk ook geïnvesteerd in nog kwaadaardigere software, betere helpdesk en nieuwe hackers die dat allemaal gaan doen. Of nieuwe kwetsbaarheden. Nieuwe kwetsbaarheden, al dat soort dingen. Zijn met rechte organisaties, denk ik, die hierachter zitten. Ja, zeker. Het is nu opgelost. Jullie beheerssoftware, daar is Kaseya uitgefaseerd, neem ik aan. Want versneld. Versneld. Ja. Want je gebruikt de Datto Autotask. Dus je hebt wel alternatieven. Jullie zijn nu gewoon clean, zeg maar. Ja, en we waren, dat is ons geluk achteraf geweest, in hoeverre dat je van geluk kan spreken. Maar we waren bezig met de migratie. Alreeds van Kaseya naar Datto toe. Ja. Daar werd al aan gewerkt. Dat zorgde ervoor dat in ieder geval de Datto agents ook al bij onze klanten op de systemen stond. En het geluk in de ransomware-periode is geweest, de Kaseya-server moest uit. Dus in principe heb je geen beheer meer over je klanten. Alleen we hadden dus ook al de Datto-agent op de klantsystemen staan, waardoor we wel inzichtelijk hadden welke systemen hebben we bij klanten. Maar ook konden we vrij snel zien door een stukje scripting welke systemen zijn geïnfecteerd en welke niet. Om zo ook al direct onderscheid te kunnen maken. Dit kan je wel gebruiken, dit kan je niet gebruiken. Ja, dus dat is ons geluk geweest. Je kon nog wel iets op afstand doen. Ja, ja. Kijk, dat scheelt. Goed. Frank, straks komt Wietse bij de ontdekker van de Zero Days natuurlijk. Maar voordat je weggaat, jij hebt als manager C-Cert natuurlijk ook minstens een week doorgedraaid om Nederland te scannen, te melden, dat soort dingen.
Hoe heb jij die week ervaren? Dat was best wel een zware week, kan ik je vertellen. Het waren echt lange dagen waarbij je op een gegeven moment... op een gegeven moment ook niet meer weet. Ik weet dat jij me op een gegeven moment ook belde van... er komt nu ook nog die nieuwsploeg aan. En dat ik gewoon zoiets had van... ik zie het wel. Ja, dat was het RTL-journaal. Dat is wel grappig. Dat is Frank is terug te zien. Je hebt in Janneke taal uitleggen wat dat nou eigenlijk is. Dan heb je een minuut of zoiets, geloof ik. Ja. En dat ging goed. Ja, maar ja, weet je, dat wat jij vertelt van het we hebben letterlijk, hadden wij een communicatiedame van Kasea aan de lijn. En die belde letterlijk in de meeting vanaf een boot op een meer. Oh ja, waarbij die bij de barbecue July, weggelopen ja. was. maar die werd op dat moment opgestookt. Dat was echt wel een... Dat was trouwens echt grappig om te zien, want dan zie je zo'n vrouw in beeld. Ze had voor mij ook een drankje in de hand en die zat dan echt zo... it's great what you guys are doing, yeah, great for the help. En toen zei volgens mij Wietse van... are you on a boat or something? Yeah, oh ja, yeah, I'll be right back. Echt die van, hallo, de hele wereld wordt geransomwerd. En jij zit als hoofdcommunicatie. Ja, maar goed, wij rijden naar oom en tante en dan is het 2 uur rijden. En dan vinden we het een heel end. Maar die mensen die vliegen natuurlijk gewoon ja. voor Thanksgiving weekend. Vliegen ze even naar de andere kant van het land. Die zijn ook niet even terug, zeg maar. Dan kan je maar beter blijven waar je bent. En dat op dat moment, die mensen hebben gewoon echt een slecht weekend gehad. Die 4th of July 2021, die zullen zich nog wel herinneren, zeg maar. Ja. Maar we mochten bij de familie zijn, want er was geen anderhalve meter meer, maar toch stiekem niet. Ja. Ja. Goed. En hopelijk dankzij ons minder erg dan het had kunnen zijn. We denken dat we echt wel verschillen hebben kunnen maken. Al is dat natuurlijk altijd weer het is altijd te afvragen. Wat er gebeurde. Maar we hebben door snel communicatie te doen. Wij konden. Het Kaseya-product was ook dusdanig vriendelijk dat wij konden van buitenaf konden we een code uitlezen waarin stond die Kaseya weer kon herleiden naar de klant toe. Jij was iets met WELZ en dan nog een aantal cijfertjes. We're watching her. Dus en we hebben ook goed samengewerkt, waarbij we dus echt konden zeggen van ja, we hebben nu alle klanten offline. Nou, volgens mij mis je die en die nog, moet je die toch nog even bellen. En op een gegeven moment ook onze via C-Cert DSP hadden we in Nederland nog weer, was er nog weer eentje op. Dus wij via allerlei kanalen, via Facebookpagina's, via LinkedIn berichten, maar ook via C-Cert DSP. En op een gegeven moment kreeg ik de koppeling terug. Ja, hij heeft het nou uit 4 hoeken gehoord en het was een testsysteem. Maar hij heeft hem offline gehaald en hij zet hem niet meer aan. Dus dat was wel een hele mooie. Ja. Ja, want even voor jouw beeld. We hadden dus 2200 managed service providers wereldwijd gevonden die dat ding draaien. Nou, doe dat keer 100 of misschien wel keer 1000 klanten die zij hebben. En Frank en consorten zijn dus dag en nacht bezig geweest om die allemaal te scannen van jij hebt dit en vervolgens te melden. En Nederland, daar hadden we er 150 of zo geloof ik, een kleine 150. En die stonden zondag op nul. En inderdaad, die laatste, dat was een testserver. De laatste was een testserver. Was die ook nul, nog een keer gescand. Yeah. Dat was wel het moment van, oké, yes. Dus sorry dat we bij jou net niet op tijd waren, maar nee. Het is toch goed opgelost. Goed, we gaan even een stukje muziek luisteren. Dan kan ik wel even de chat volgen en ook Twitter en dat soort dingen. Nou, Frank is er waarschijnlijk volgende keer ook wel weer bij als manager C-Cert. In ieder geval, dankjewel. En hartelijk applaus voor Frank Bredeijk.
ik dacht, als dan de hacker komt die dan de Zero Day heeft gevonden, dan vraag ik de band om een beetje wat chaotische breakbeat-achtige dingen. Ja, ik vind het geweldige muziek, maar jij vindt het waarschijnlijk tering, hè, of niet? Oh, je houdt ook wel van. Oh, kijk eens aan. Ja, maar... Waarschijnlijk omdat ik ook zo chaotisch ben. Dus ah, kijk, ja, dat is ook de mindset van de echte pentester. Wietse Boonstra, nou, de gast dus die de Zero Day heeft gevonden. In de tussentijd, banden eerst nog even de reacties op Vimeo. Nou, allereerst respect dat je je verhaal hier houdt. Dat vinden mensen hartstikke leuk. Hebben jullie als bedrijf iets extra's gedaan richting jullie eigen medewerkers die dag en nacht beschikbaar waren? Lijkt me goed voor moraal, dat ze gewaardeerd voelen. Ja, dus, aan alle kanten is het teambuilding gebleken. En wij hebben onze mensen verteld, de focus ligt nu nog even op andere dingen. Maar er zit wat aan te komen. Zo hebben we onder andere de partners van al onze mensen, die hebben we even verrast met een bloemetje in het weekend. Om ook te bedanken voor de thuissituaties, want ja, die hebben we wel helemaal ontkracht als het ware. Ja. Dus, zelf ook net vader? Ja, ook dat. Ja. Ja, ik had ook een bloemetje naar mijn eigen vrouw moeten sturen, denk ik, maar dat ben ik vergeten. Dus misschien moet ik daar nog wat mee doen. Nee, maar los van dat, we gaan zeker onze mensen hier nog extra voor bedanken. Dat is een ding wat zeker is. Okay. Iemand anders vraagt, je zei van jullie beheerspakket, daar zat KC in, doe je nu Datto? Dus iemand vraagt, staat Datto ook op de researchlijst van DIVD? Zonder in details op te gaan, Wietse, kort antwoord. Ja. Ja. Dus je weet dat er misschien nog iets aan komt vanuit de EU. Ja. Nou ja, ik denk ook, en ik denk dat jullie dat met me eens zijn, maar de vraag is niet of dat een dergelijk pakket als een Datto of een Kaseya of een SolarWinds, wat vorig jaar aan de beurt was. Het is een kwestie van tijd voordat er weer eens een keer wat gebeurt, denk ik. En dan, dat is ook het gesprek wat we nu met onze klanten voeren. De kans dat nog zoiets nog een keer gebeurt, die is vrij reëel. Laten we in ieder geval kijken hoe we er het beste op kunnen voorbereid zijn. Backup strategieën, misschien een stukje redundantie op een bepaalde manier in te zetten. Dus in ieder geval dat gesprek aan te gaan, hoe gaan we je continuïteit waarborgen, ook als dit gebeurt. Ja. Want nu gebeurt het door middel van de software, maar hoe vaak is het niet een gebruiker zelf die natuurlijk een linkje aanklikt, waar ook weer wat gebeurt. Dan is de omvang een stuk kleiner, maar voor de organisatie aan zich nog steeds gelijk. Nee, maar wat je net ook zei, uiteindelijk is alles te hacken. Hè? Dat als je maar lang genoeg zoekt, je kan altijd wel weer iets vinden. En dan is het maar goed dat het een goede hacker is en niet een kwaadaardige. Een goede zoals Wietse. In dagelijks leven ben je ook gewoon pentester. Je doet dat voor geld, maar vaak ook voor de lol. Ja, nou ja. Vooral Kaseya was voor mij voor de lol. Dat kwam ik tegen. Dus dat tijdens een pentest, ik had geen tijd meer. Dus toen ben ik op de bank mijn vriendin Netflix aan het kijken. En ik... Zoals ik het zeg, een beetje klooien. Dus toen het een na het ander, dat ik dacht van oké, wat is dit? Wat gebeurt hier? En op een gegeven moment die 8 CVE's aangetroffen. En toen ben ik met Frank Bredijk gaan schakelen, zeg maar. En toen gingen we allemaal rampscenario's bedenken. Zo, wat als dit? Nou, hij is uitgekomen, dus... Want als je zegt een beetje klooien, je bent ooit begonnen als software developer, hè, dus je weet ook hoe dingen ontwikkeld moeten worden, maar je was eigenlijk al vrij snel gewoon dingen kapot op maken, dat is het leukste. Ga je dan eerst echt analyseren van hoe zit de code in elkaar, of ga je dan gewoon continu code veranderen, dingen tegenaan gooien, dat je kijkt wat er gebeurt? Ja, dat bij Kaseya was dat het in ieder geval. Dus, gewoon slopen. Gewoon slopen, ja. Ja. ik heb... Ik kwam dus tegen tijdens een pentest en mijn tijd was op. Toen heb ik gewoon een trial accountje aangevraagd bij Kaseya. En toen ben ik bij hun daarmee aan de gang gegaan. Ja. En toen kwam ik allemaal dingen tegen. Denk van, dit is wel een beetje fishy. Dus nu wordt het tijd dat ik een on-prem code aan ga vragen. En toen heb ik me voorgedaan als een groot bedrijf met heel veel dingen die beheerd moesten worden. En toen hier heb je een trial account van een maand. En toen ging helemaal los. Toen ging ik helemaal los. Om even de timeline helder te krijgen. Hè? Dus 2 juli was die grootschalige wereldwijde aanval. 1 april was je al bezig hiermee. Hè? Toen heb je het een en ander ontdekt. 2 april is DVD al begonnen met scannen van hoeveel mensen draaien dit eigenlijk. Zodat we ook de omvang van het probleem konden zien. 4 april zijn er ook wat waarschuwingen links en rechts uitgedeeld. 6 april. Oké, 6 april zijn... Dat moet even aanpassen in de tekst. Want daarna is Kaseya geïnformeerd ook. Oké, nee, dan moeten we wel even op de website aanpassen. Als jullie de case file lezen. 4 april is Kaseya gewaarschuwd. 6 april
Dus ook andere managed service providers, dat gaat dan via een MSP C-cert, zo'n klikje van MSP's van hey, er komt iets aan, hè? Niet wat. Want dat is natuurlijk de spanning bij Zero Days. Hè? Niemand kent ze nog, behalve jij als vinder daarvan. Dus als je dat in één keer op een website knalt, ja, dan gaat iedereen dat misbruiken. Dus dan moet je eerst bij degene die dat kan fixen melden. Nou ja, je weet hoe dat gaat als pentester of vaak als je het ongevraagd doet, soms is het, nou meneer, alles is veilig, hier is onze helpdesk. Ja. Of ze zeggen van, dit is het nummer van onze advocaat, die kunt u bellen. Ja. Ja. Maar er zijn ook partijen die zeggen van, goh, wat goed dat je dit vindt en hartelijk dank dat je dat meldt. En Kaseya was van die laatste categorie. Ja, vooral dat. Ik geloof dat we een bericht gestuurd hebben. En ik geloof 2 dagen later zaten we al in een meeting met de CTO en een paar ontwikkelaars volgens mij. Dus dat, ze namen het echt serieus en we zijn toen... Nou, zij zijn toen meteen aan de gang gegaan. En ja, in de loop van de tijd hebben ze teruggemeld. Zo, dit is opgelost, kun je dit nog een keer controleren? Dit is opgelost, kun je het nog een keer controleren? En dan maak jij het weer kapot. Ja, nou, dit heb ik dan weer gevonden. Nee. Maar ja, zij pakten het heel goed op. Ik was ook een beetje bang, omdat het de Amerikaanse partij is. En daarom was ik blij dat de DVD er nog bij tussen zat, als een buffer, zeg maar. Zo ja. Van, ja, wat kan ik verwachten? Dit had ik dus weer niet verwacht, dat ze zo open en eerlijk erover waren, zeg maar. Ja. Dus, Ja, we hebben op een gegeven moment ook een soort splitsing gemaakt. Hè. Laten we vooral doen waar je het beste in bent. Jij bent nieuwe patches gaan hertesten. De rest van de crew, Victor, Lennart en Frank, die zijn steeds gaan scannen. Ja. Van nou, wat gebeurt daar en dat soort dingen. En ook de disclosure, dus het uiteindelijk onthullen daarvan, ook coördineren. Nou, dat ging een paar keer heen en weer. Dus dat is allemaal gebeurd voordat jij aan de beurt was. Hè? Dat had veel gekker kunnen zijn. Ja, inderdaad. Dus in Amerika gingen allerlei alarmbellen af en zo. Er werden allerlei mensen gemeld, patches uitgerold, weer getest en dat soort dingen. En uiteindelijk hebben we de 7 juli naar buiten gebracht van, nou, dit is wat er volgens ons gebeurd is. Dat is op zich best wel bijzonder bij zo'n grote partij, dat zij ja, ons die vrijheid geven, niet meteen gaan lopen dreigen. Dat is in onderlinge samenspraak. Nou, nu even technisch. Alsof het nog niet technisch genoeg was. Ja, ik ben bij Hacktalk natuurlijk. Als je dan zo'n nieuwe questbyte hebt gevonden, dan kun je dat aanmelden bij Mitre. Dat heet dan een CVE, Common Vulnerability and Exposure. En dat krijgt dan een uniek nummertje. Nou, ik zal ze even voorlezen. Nummer 2021-30116, A Credentials Leak and Business Logical Flaw Resolutions in Progress. Nou, CVE 2021, blablabla. Nummer 17, SQL Injection. Blablabla. Nummer 18, Remote Code Execution. Nummer 19, Across Site Scripting Vulnerability. 120, Two-Factor Bypass Resolution in Progress. 3021, A Local File Inclusion Vulnerability. En de laatste was een XML External Entity Vulnerability. Als je dit nou in gewone mensentaal moet uitleggen, wat staat hier? Dat het kapot is. Dat het... Very well put, ja. Ja, ik zei toch dat de meeste hackers van ons uit het oosten van het land komen. Gewoon lekker nuchter, het is gewoon kapot. Nou, die zijn ze stuk voor stuk gaan fixen. Ja. Wat wel interessant is aan zo'n CVE-database... Iedereen kan dat indienen, toch? Ja. Dat als je denkt, van, nou, dit is lek. En dan het enige wat je moet doen is een website waar je naar verwijst. Waarin een soort bewijsvoering staat. Of in ieder geval een uitleg. Je hoeft niet eens bewijs te leveren. En dan krijg je dus een uniek nummer. En dan kan de hele wereld zien. Wietse heeft dit gevonden in Kaseya VSA. Zo werkt dat, toch? Ja. Ja, en dan je kunt dan. Het wordt ook gebruikt voor scansoftware, zeg maar. Die daar weer aan kan refereren. Zo van, hey, je hebt Kaseya intern in je netwerk draaien. Noem maar wat. Een Nessus of iets dergelijks. Detecteert dat, checkt het versienummer en geeft vervolgens in je rapportage weer, hij is lek, hij is kapot. Dan krijg je dat in je rapportage terug te zien. Zeg maar. En daar is hij ook deels voor. Dus. Ja, want dat is voor ons, Wesley, dus ontzettend handig als er zo'n nieuwe CVE uitkomt. En we zien, oh, dit is wel heel ernstig. Er staat ook een getalletje bij van high impact. En dan kunnen wij dus puur aan versienummers zien van, Velshard is lek daarvoor. Dan krijg je een mailtje van ons van hey, patch dat. Nee, jullie doen dat natuurlijk, maar bewijzen van spreken. Hey, dit heb je allemaal gemist. Want het is allemaal voorafgaande aan die 2 juli gebeurd. Je zei zelf, ik ben niet zo heel technisch. Maar je ziet uiteindelijk het resultaat van zo'n kwetsbaarheid. En dat het dus door zo'n bende wordt misbruikt om al deze ellende uit te voeren en jouw klanten te hacken.
Hoe komt zo'n verhaal van Wietse nou op jou over? Want niemand zit er gewoon te prutten en die heeft de wereld gemeld, zal ik maar zeggen. Ja, nou, ik ben niet helemaal wereldvreemd in dat opzicht, dus ik begrijp heel goed wat er gebeurt. Ja, oké. Waar ik wel heel benieuwd naar ben, is, nou ja, het loopt dan vanaf begin april natuurlijk. Er zijn wat contactmomenten met Kaseya. Ze pakken het heel goed op, hè, want binnen 2 dagen was er al een call en het werd heel serieus genomen. Waar ik dan benieuwd naar ben, en nou, dat is ook wel voor mijn eigen gemoedsrust, misschien ook wel voor de toekomst. Ze nemen het serieus, maar in hoeverre wordt daar met alle resources op dat moment aan gewerkt? Omdat, zijn er 1 of 2 mensen die daarmee bezig zijn voor jouw gevoel? Of zit er echt een team op wat op dat moment echt weet van, nou, dit is echt een serieus probleem. We moeten hier wat gaan voorkomen. Zover ik weet zat er wel een groot team op. Ik denk een man of 40 die ermee aan de gang gegaan is. Maar of dat al direct met die CV's is geweest, dat durf ik niet, durf ik niet te zeggen. Maar ik ben wel heel vaak gevraagd, hey, hoe heb je dit gevonden? Hoe heb je dat gedaan? Kun je proof of concept geven, aantonen van hoe je erachter bent gekomen? Ja. Dus dat, en ik moet zeggen, op een gegeven moment de communicatie en dan een paar dagen later was er weer een fix. Of kun je dit even testen of het nu werkt? Voor mijn gevoel is dat wel redelijk vlot. Dat liep echt wel goed. Dat is dan ook wel weer mooi om te horen. Kijk, wat er gebeurd is heel vervelend. Maar dat het dan wel met de juiste energie toch ook wel weer opgepakt wordt om er wat mee te doen. Dat belooft wel wat voor de toekomst, hoop ik daarin. Ja, dat hoop ik ook. Ik hoop dat ze bij Datto ook zo erin zitten in ieder geval. Ja, daar gaan we achterkomen. Ja, precies. Nu hebben jullie mijn nummer, hè. Dus, als we het vinden bij jou, dan weten we het te vinden. Nee, heel graag. En dan nog even een heel andere vraag. Je bent al 15 jaar directeur van Velsuit, dus je hebt ook wel redelijk zakelijk instinct. Als Wietse nou zoiets vindt, hè, zo'n rijtje CROD's waarmee je dus dit kan doen. Doe eens een gok. Wat zoiets nou waard is op de zwarte markt. Hè? Dus als hij ergens op dark web dit zou verkopen. Dat hij zegt van nou, kijk, KCV zou er zoveel mensen gebruikt. Dus dan kun je partijen als Veldert via hun de klant te pakken krijgen. Ja. Dan wordt dus op de zwarte markt dat soort dingen aangeboden. Hè? Nou, dan komt er een hele criminele organisatie overheen. Die gaat dat ding misbruiken, zoals in dit geval. Wat voor price tag zou je daar opzetten? Doe eens een gok. Ja. Je leest heel vaak de berichten met de persoonsgegevens die natuurlijk ook op dark web aangeboden worden voor x bedragen. Nou, die bedragen vind ik altijd behoorlijk laag die erbij staan. Laatst was er een voorbeeld van de Hengelsportvereniging, geloof ik, hè, met 200.000 webshopklanten. Nou, daar werd dan voor €400 aangeboden. Ik denk, ja, dat vind ik dan weer niet in verhouding staan. Maar ik denk beheersoftware voor IT-MSP-bedrijven zoals wij dat zijn. Ja, het bereik wat je daarmee kan hebben natuurlijk, het aantal klanten wat erachter hangt, ja. Ik denk dat het ook bepaald moet worden wat voor type klanten hangen daarachter en wat kunnen ze daar uithalen. Ja, ik denk dat het over serieuze munt kan gaan. Maar om daar een getal aan te verbinden, ja, ik heb werkelijk waar geen idee. Hoeveel, weet je? Ik begreep per kwetsbaarheid 50, net iets minder dan 50 bitcoins. Dus, bitcoins, jongens? Was die waar? €40.000 op het moment? Nou. Nee. $1.5 miljoen. Ja. En dat heeft hij gewoon gratis weggegeven. Ja, het is een goede man. Zo is hij dan ook alweer, hè? Hier in de zaal wordt geroepen. Hier in de zaal werd geroepen, laat zijn vrouw het maar niet horen. Maar inderdaad, je vrouw hebben nog een bosje bloemen gestuurd. Dat was inderdaad een tip van jou. Die neem ik dadelijk mee, denk ik. Ja. Dus dat sowieso. Goed, wij gaan straks door met Victor Gewis, de voorzitter van DVD. Had jij nog een vraag of opmerking naar Wietse of naar het publiek? Nou, dat toch bent. Ik heb net de vraag gesteld die ik wilde stellen in ieder geval, van hoe is er mee omgegaan. En nou, dan gaan we het mooi bij laten. Naar een stukje muziek, denk ik. Gaan we zeker doen. Dankjewel voor de uitnodiging om hier te zijn. Dat was leuk om de andere kant ook eens een keer te zien. Zeker, ja. En wij zijn hier om jou te helpen. Nou, dus hartelijk dank dat je hier was. Super, dank je wel. Wesley Born. Goed, straks na de muziek. Victor Gewis, die natuurlijk ook het groot deel van het Kaseya-onderzoek leidde. En dan gaan we even de ins en outs van hoe dat allemaal verlopen is. We gaan het ook over de Code of Conduct hebben. En natuurlijk straks ook met Astrid Ozenburg samen met Victor de academie lanceren. En jij blijft nog even staan, hè? Moet je nog wat drinken? Doe maar bier. Oké, goed. Tot zo. En twitteren we even wat. Ja. Oké, er wordt al getapt voor je. Internet blijkbaar dan zo dat het zo vaak fout kan gaan. Komt het dat het internet blijkbaar dan zo dat het zo vaak fout kan gaan? Ken je deze nog? Komt het? Komt het? Komt het? Komt het?
komt het dat het internet blijkbaar dan zo dat het zo vaak fout kan gaan? Ik had Bruno en Philip gevraagd van doe even iets heroïs als Victor opkomt. Ja, Eye of the Tiger, tering, maar gelukkig ging het over iets anders. Ja, en wat je er tussendoor hoorde, hè, van, blijkbaar is het internet zo, dat is dus Marielle Kwebeke van... Dat is Marielle Kwebeke, ja, doe hem nog eens. Komt het dat het internet blijkbaar dan zo dat het zo vaak fout kan gaan? Dat is dus tijdens Nieuwsuur. Herken je dit fragment? Ja. Ja. Nou, voor de mensen thuis, probeer je voor te stellen dat na het vinden van de kwetsbaarheid en die beruchte 2 juli de poep op de ventilator gaat. En Victor dus nachten heeft doorgedraaid om de hele wereld te scannen en te melden. En dan vervolgens maandagavond met z'n tweeën naar Nieuwsuur gaan. Je haar werd gekamd. Ja. En dan moest je daar zitten om het nog eens even simpel uit te leggen. Dus ik vond het wel leuk om dat fragmentje even tussendoor te doen. Victor Gevers, ja, eigenlijk geen introductie nodig. Scant meldt al de hele wereld al 22 jaar. Nu ook voorzitter van DIVD natuurlijk. En bij dit onderzoek was je eigenlijk tegelijk met Wietse degene die meteen de melding had vanuit Cassé en in actie ging, toch? Ja, we gingen eigenlijk van een coordinated vulnerability disclosure proces, dus disclosure van een kwetsbaarheid, naar instant response. Dat is niet hoe wij normaal opereren. Nee. Dus, een beetje alle velzorg moesten we gaan werken. Dus ga ik mensen bellen en dan raak ik ze zeker in paniek, want ik bel nooit. Dus als ik ga bellen, dan is er echt wel iets aan de hand. En dan ga je iedereen bij elkaar roepen en dan ga je kijken, oké, wat gaan we doen? Hè? Dit is een nieuw proces voor ons. Normaal reageren we of op bekende kwetsbaarheden, dan gaan we rustig scannen en dan maken we een inventarisatie. Maar nu was het gewoon van, het gaat mis. Dus elke seconde telt. We moeten nu echt tempo gaan maken. Ja. Ja.
Ik werd zaterdagochtend om 10 uur wakker op mijn volkstuin. Ik dacht, ik ga een relaxed dagje onkruid wieden. Ik zag dat mijn telefoon ontploft was. En jij had mij om 1:30 s'nachts gebeld of zo. Ja, dan neem ik gewoon niet op. En ik keek op mijn telefoon en denk, what the fuck is hier nou gebeurd? Nou, even doorgedragen. Dus ik denk, nou, oké, ik doe even mee met een Teams meeting. Ja. Nou, toen kwamen we dus met Kaseya en jij moest vervolgens door naar Homeland Security, de FBI. En ik denk, wow, wat is hier aan de hand? Goed, dat was wat mijn beleving. Verder heb ik er eigenlijk helemaal geen reet aan gedaan. Jij met Frank, ja. Lennart en Wietse, eigenlijk jullie vier. Zijn een aantal dagen doorgegaan om de wereld te scannen en te melden van... Ja, het is eigenlijk een hele simpele boodschap. Die 2200 managed service providers keer 100 of misschien keer 1000 klanten steeds weer scannen, melden. Je hebt zo'n ding, zet hem uit. Zo simpel was het uiteindelijk toch wel. Ja, uiteindelijk wel. Ja. Dus je wil zo snel mogelijk gewoon dat die dingen worden uitgezet. En ook niet meer daarna stiekem meer worden aangezet, zeg maar. Dat is of ja, je kunt hem prima aanzetten, maar hang hem dan niet aan het internet. Hè. Zet er dan een firewall tussen. Ja. Wat waren de reacties? Volgens mij redelijk positief. De grootste frustratie zat voornamelijk bij Homeland Security. Die had iets van, er gebeurt iets, er is iets groots gaande in de Verenigde Staten. We hebben geen idee van wat er gaande is. En dan krijgen ze te horen van, maar wij hebben al binnen Nederland, hebben wij natuurlijk al op 6 april al een TPL-notificatie uitgestuurd naar alle trusted partijen. Waar search bij zitten, waar de Rijksoverheid tussen zit. Ja. Andere partijen, dat ze in ieder geval dat er een ernstige kwetsbaarheid is en dat je als je zo'n ding aan het internet hebt hangen, dat je die per direct eraf moet halen. Ja, nee, inderdaad. Dus wat dat betreft waren we al lang bezig. Ja. Hoe gaat zoiets? Want ja, jij vindt wat. Als ik goed heb begrepen, heeft Frank je ook geholpen een proof of concept te schrijven, zodat KC het ook begreep. Vervolgens zijn we vanuit onze scan-infrastructuur inderdaad trusted parties gaan informeren. En wat is dan de boodschap? Je hebt zo'n ding, zet hem uit, maar we kunnen niet zeggen waarom. Nou, als je bepaalde partijen aanschrijft, kun je zeggen, er zit een kwetsbaarheid in die op afstand te misbruiken is. Ja. En daarmee kun je duidelijk aangeven, haal het offline. Ja. Het is niet iets heel kleins. Ja, je noemde net TLP, dat is Traffic Light Protocol. Hè. Als iets groen is, dan mag het allemaal open, net als hier. En net als wat Semla hier gezellig voor de camera loopt, dankjewel. Dan mag iedereen alles weten. Dan vervolgens geel, oranje en dan rood. Dan is het eigenlijk alleen 1-op-1. Van ik vertel het jou, maar ga dat niet aan de grote klok hangen. Dit noemden we dan TLP Amber. Ja. Wat betekent Amber? Nou, dat betekent dus geel en rood in. Nou ja, dus dat je wel je eigen organisatie, dus op het moment dat wij naar een organisatie sturen, dat de mensen die daar niet dat moeten weten, dat mogen weten. En als zij dan toch derde partijen hebben waar ze mee samenwerken, dan zouden ze dat eventueel op hun verantwoordelijkheid kunnen doorzetten. Ja. Daar ging het natuurlijk een beetje om. Want we begonnen met 2200, dus die beruchte vrijdagavond. Ja. Toen wisten al een aantal daarvan, oké, dit gaat mis, die hadden hem al uitgezet. Ja. Dus met hoeveel begonnen wij die vrijdagavond? Die cijfers heb ik even niet zo... Zou je op de website moeten kijken? Ja. Kleine 600, oké. Okay. Ja, zoiets. Maar hou er rekening mee dat wij op 6 april de meest kritische wel al in Nederland het al wisten. Ja. Dus die waren eruit. En dan blijft er altijd nog natuurlijk een groep over. Ja. Die dan op even manier niet bij die C-Search zit of niet bij de ISAX verbonden zijn. Ja. Of toch dat soort meldingen niet krijgen. Ja, maar bijvoorbeeld een van die partijen is dan CISA, heet dat dan. Dat is eigenlijk het Nationaal Cybersecurity Center van Amerika. Ja. Daar had je contact mee, FBI, Homeland Security. Dus die gingen daar intern in Amerika doormelden van, hey, doe wat. Ja, nou ja, maar pas achteraf, toen het kwaad wel was geschied. Zij waren dus niet geïnformeerd, op een of andere manier. Ons bericht is daar niet aangekomen. Ja, en dat is dan eigenlijk ook wel... Het mooie is dat we dit hebben kunnen doen. Ja. Maar het vervelende was natuurlijk dat we net te laat waren. Hoe voelde je daarbij? Nou ja, het voelt dus dat je bijna de eindstreep haalt. En vlak voor de eindstreep word je ingehaald door een groep topatleten. Die zo na, weet je, die lopen voorbij. En jij gaat op je smoel vlak voor de finish. Dus dat is niet voor de match verder. Ja. Oké, nee, dat... Maar goed, we hebben daarmee wel ernstiger kunnen voorkomen. Vervolgens in Nederland... dan hebben we ook verschillende Trusted Information Sharing Partners, zoals we dat noemen. Ja. Die melden we dan ook van, nou, we hebben die partijen wel 10 keer gemaild. Doe dat ook. Wie waren dat in dit geval? Heel belangrijk voor ons was Connect to Trust. Een cross-sectorale e-zaak waar inderdaad belangrijke organisaties bij zijn aangesloten. Waar bij een aantal van daar ook inderdaad een kwetsbare instance was gevonden.
Plus dan inderdaad de bekende kliek waar we al mee samenwerken. Dus de netwerkbeheerders en ja. Ja, dus ja, de C-Suite MSP, dus van de MSP's. Nou, vervolgens ook andere partijen, Nationaal Cybersecurity Centrum, die pakt het niet helemaal goed op. Daar zitten we nog steeds in evaluatie dat we in het vervolg dat ook beter doen. Ik weet dat jullie kijken. We hebben daar een hoop van geleerd over de samenwerking die nu stukken beter gaat worden. Digital Trust Center, dus ik zou zeggen onder EZK, degene die de MKB'ers helpt, die hebben dat ook opgepakt. Enzovoort, enzovoort. En dus het ernstige van het verhaal was, we waren steeds net te laat en hadden we nou maar sneller geweest. Maar aan de andere kant, omdat het zo groot was, ze waren wel in één klap wereldberoemd en werd ontzettend samengewerkt. Ja, zeker. Hoe zie je die balans? Is het gevoel achteraf toch nog steeds van, hadden we nou maar meer kunnen doen, het was te laat? Of was het eigenlijk gewoon de kickstart van iets groters van, zie je, het systeem werkt? Nou ja, je kent de film Cool Running, zeg maar, hè, waar het team uit een tropisch land, zeg maar, vlak voor de finish crasht. Ja. En dan toch maar de bobslee optreden en het dan doorlopen om het af te maken. Ja. Ik denk dat wij, mede dankzij dit ons incident, heel duidelijk is wat de impact is van de DVD. Ja. Want we draaien honderden van dit soort cases per jaar. En daar merkt niemand wat van. Nee. Dus het geeft ook wel een goed beeld van, waar zit de uitdaging precies? En wat kunnen we hiervan leren? We hebben natuurlijk heel veel dingen geleerd intern. Andere organisaties ook. Ja. We hebben nu ook wat betere afspraken kunnen maken hier en daar. Dus het heeft zeker bijgedragen aan de veiligheid nu. Ja, zeker. Ja. Nee, ook de komende week hebben we allerlei overleggen met overheidsorganisaties die het geweldig vinden wat we doen en graag de meldingen doorzetten. Jij vindt dan zoiets. Hè? En normaal zou je dat melden en dan hoop je dat het opgelost wordt en dan blijft het daarbij. En ja, nu zit je met een team dat oppakt. Ja. Had je zoiets, had ik het nou maar niet gedaan, want het geeft zo'n gedoe. Nou, nee, juist de omgekeerde. Dus ik bedoel, contact met mensen. Ik bedoel, ik ben een nerd, hoef ik allemaal niet. Dus fijn dat de DVD dat allemaal lekker oppakt. Maar ook met de media op een gegeven moment. Het was echt zo'n mediacircus aan het worden. Ja, ik heb op een gegeven moment denk van, nou, ik vind het allemaal wel goed. Doen jullie het maar. En ik ga gewoon doen waar ik goed in ben. En dat merk je, dat bij de DVD zijn gewoon allemaal mensen die bepaalde dingen goed kunnen doen. En dat vormt nou gewoon een mooi klikje. En dat alle puzzelstukjes vallen op de plek. Dus. Nee, ik vond het ook mooi om te zien hoe zo'n team samenwerkt. Maar inderdaad, zoals je al zegt, er komt ineens media op je af. Nou, je woont ergens ver weg in het oosten van het land. Dus ik had nieuws hier aan de lijn. Ja, we zijn nu onderweg naar Bietzen. En dan zitten we daar. Oké. Ja, dan staat ineens zo'n nieuwsploeg. Uiteindelijk is het item mooi geworden. Dat kunt u nog steeds terugzien. Dan leg je vrij rustig uit. Van, nou, ik heb dat en dat gevonden. En ik dacht, ja, dat gaat mijn weekend. Redelijk onderkoeld. Maar om het toch maar even, moet je het zeggen, ook even de andere kant te laten zien. We zijn wel een wereldwijde Russische cybercriminele bende aan het pesten en aan het tegenwerken. Ik kreeg op een gegeven moment ook van de AIVD een melding van, realiseren jullie wel dat jullie nu een target zijn? Nou, dat realiseerden we ons zeker. Dus onze CISO, Fleur van Leusen, die meteen hoogste staat van paraatheid, alle systemen scannen, bijhouden van wie zit waarin, worden we aangevallen. Jij werd op een gegeven moment ook aangevallen. Daar leek het wel op, ja. Mijn webserver werd wel door een Russisch IP-adres, ik geloof 3 weken lang gekieteld. Ik heb een mooie nieuwe woordenlijst erbij gekregen voor mijn brute force. dat was op een gegeven moment voor mij wel, toen we dat bericht kregen. En de vermoeidheid op een gegeven moment toeslaat. Toen was er voor mij op een gegeven moment de paranoia ook. Ik denk van, wat gebeurt er allemaal hier om me heen? En op een gegeven moment, als je dan weer een paar uurtjes slaapt erbij, dan denk je, dit is allemaal, mijn brein speelt spelletjes met me. Maar dacht je wel eens van, straks staan de Russen voor de deur, we zijn al binnen. Mijn zoontje was een beetje boos geworden, omdat hij papa niet kon vinden. En ik kom terug, want ik was met mijn buurman aan het kletsen. Ligt mijn hele hordeur eruit getrapt. En het eerste wat ik denk, ze zijn binnen. Ook gewoon, hoe dan, weet je? Ja. Ik bedoel, en tot op een gegeven moment, ik roepen en roepen, waar ben je? En geen reactie. Nou, hij was dus zo geschrokken dat hij in zijn bedje lag. Dus ik kom boven, ik zei, hij is er gewoon. Ik dacht echt, hij is ontvoerd of zo. Maar dat is echt zo van, je brein speelt zulke spelletjes met je. Dat was wel even schrikken. Dus, toen was ik ook volgens mij klaar met alle media-aandacht en alles erop en eraan. Ik denk, nou ga ik gewoon doen wat ik moet doen en klaar.
Nee, maar dat was ook mooi om te zien. Hè? Jij bent naar de media geweest, Frank is naar de media geweest, Lennart op een gegeven moment. En dan heb je ook een team die het een beetje van elkaar kan afvangen. En ja, voor de mensen thuis is ook wel leuk om te zien hoe Wietse dan zit te hacken tijdens teamsvergaderingen. Er zit een zoontje op zijn schoot en zo. Ja, papa. Ja, dus de nieuwe generatie komt eraan, dankzij jou. Maar inderdaad, met de bad guys rekening houden. Ja, jij doet het al langer natuurlijk. Jij zit al vaker, hè, de advanced persistent threats, om ze zomaar een beetje abstract te noemen. Maar nou, laten we zeggen, de Russen, de Chinezen, maar soms ook Amerikanen en dat soort. Dat is best wel ja, een ding, weet je wel. Het is vermoeiend, maar het is iets waar je rekening moet houden. Het is de mindere leukere kant van dit vrijwilligerswerk. Ja. Laten we daar realistisch in zijn. Anderzijds, als er helemaal geen spanning zou zijn, dan zou het ook een beetje saai worden natuurlijk. Ja, want dat is de mindere kant. Wat is de leuke kant hiervan? Ja, de leuke kant is dat keeps je you going? Nou ja, dat je mensen kan helpen zonder dat je toestemming van iemand nodig hebt. Ja. Dat is natuurlijk ook leuk, hè, op het moment dat je bij Kaseya voor de eerste keer binnenkomt en dan zeggen ze van, nou, dit is de CTO en dat is onze advocaat en dit is een NDA. En dan zeg je, nou, gefeliciteerd, weet je. Ik hoop dat het gerecycled papier is. Ja, want die gaan never nooit tekenen. Non-disclosure agreement, oké. Ja, dan ga je uitleggen, wij komen je gratis helpen. Ja. Take it or leave it. Ik zou het nemen. Nou, een vrijwilligersorganisatie geeft ook weer vrijheid. Hè? Zeker. We hebben ons eigenlijk gewoon nergens één reet van aan te trekken. Ja, we zijn een burgerinitiatief. Ja. Dus we kunnen ook iets flexibeler omgaan met de wetgeving. Ja. De Rijksoverheid heeft die ruimte niet. Die moet zich netjes aan de wet houden. Nou, je noemde net even tussendoor eentje die eraan zit te komen. Nou, dat duurt nog even. Een andere waar we nu dus midden in het disclosureproces zitten, dat is Fembu. Daar hebben we al een eerste tweet over gestuurd. Het is backup software. Het is minder heftig dan Kaseya, maar ook wel iets wat jij gevonden hebt. Alleen deze partij werkt wat minder mee. Dus we hebben al een eerste tweet verstuurd van, hey, er komt wat aan. Daar komt dus een disclosure aan en dat doe jij dan. Want jij vindt de kwetsbaarheid en jij, Frank en Lennart, die gaan wij dus op gaan doen. Ja. In de meest gecoördineerde manier mogelijk. Hè? Dus we zorgen echt dat er al van tevoren een patch is, dat er meestal nagepatcht zijn. Zijn er nog een paar organisaties die niet geen patch hebben gehad, dan krijgen ze weer een e-mailtje vanuit het C-shirt van, let op jongens, ga patchen nu. Ja. En dan wordt het hopelijk een veilige full disclosure. Maar dan zul je ook zien, zeg maar, hoe kwetsbaar die software is en hoe slecht die software eigenlijk niet is. Maar daar gaat het eigenlijk om. Hè? Ik bedoel, het is echt gewoon, het is niet alleen Kaseya, het is al die hele productenlijnen. Het is eigenlijk, zou het niet aan het internet moeten hangen. Nee. Gewoon niet. Nee, want dat is eigenlijk ook wel de les die we hier geleerd hebben. Ja. Veel van die beheerssoftware voor managed service providers hangt gewoon aan het internet. Ja. Daar moet je iets tussen zetten. Kijk, als Microsoft zijn eigen producten niet veilig krijgt, hè, waar je remote beheer mee doet. Je kunt je nagaan dat die kleinere bedrijven dat ook nooit goed krijgen. Dus niet voor een reden dat we nog steeds met een bedrijf zoals SolarWinds in gesprek zijn. En met Fembu in gesprek zijn. En met anderen in gesprek zijn. Ja. Dat is omdat er zoveel technical debt is. Ja. Dat gaat nog jaren duren voordat het goed komt. We blijven scannen, melden en fixen op bestaande kwetsbaarheden. Maar ook op nieuwe die jij vindt. Zeker. Nou, ik zag ondertussen op de chat, Wietse is te goed voor deze wereld. Nou, iemand gaf je nog een biertje. Nou, dat kan je hier in het echt krijgen. Iemand anders die schreef nog in de chat van, oh, Man in Black. Nou, inderdaad. Dat is ook wel mooi. En er waren ook nog verzoekjes voor de muziek. Dat doen we niet. De band speelt gewoon wat ik bedenk. Dus ik vond het leuk bedacht. Er kwamen allerlei verzoekjes voor de band binnen. Maar nee, joh, ze spelen gewoon wat ik leuk vind. Dus dat is weer het fijne van je eigen programma. Of nee, sorry, het is nu een DVD-programma. Ja. Dus in het vervolg, als DVD's verzoeknummers hebben, gaat de band het spelen. Nou, jullie gaan we even spelen. Bietse, jij gaat zitten. Pak nog een biertje. Oh ja, als mensen 100 euro... Of nou ja, het kan ook wel meer zijn. Nou je het zegt. We hebben ook een sponsorpagina. Daar kun je geld geven aan DVD, als je het leuk vindt. Als dit Oostburg, onze penningmeester, is, die heeft dat in de lucht. En er komt van alles binnen, dus... cashen. Ja, bitcoins, alsjeblieft. Dankjewel. Goed, na de pauze komt Astrid erbij. Wietse, dankjewel. Ga lekker zitten. En Bruno en Philip, take it on. Thank you.
Oh ja, hier loopt iedereen nog naar de bar toe. Dus als je wat mensen door het beeld heen ziet lopen, ja, is niet erg hoor. Dat past ook wel bij dit programma. Astrid Oosterbrug, ook iemand die hier gewoon vaak is geweest. Vooral als het over de jongeren gaat. Die, ja, zal ik het zo zeggen, heel goed zijn met computers, maar wat minder in het onderwijs. En die we juist nodig hebben. Hè? Hackers zien de dingen anders dan anderen. En daardoor vinden ze net dat wat anderen niet zien. Die moeten we aan de goede kant houden. Omgekeerd ga je er ook voor zorgen dat die mensen die het internet begrijpen kapot kunnen maken, maar juist ook fixen. Andere organisaties gaan helpen. Dat is het doel van DIVD. Dus eigenlijk de DIVD Academy. Dus die twee kanten. De jonge generatie klaarstomen, als wel de experts die wij hebben in de landen sturen voor trainingen, lezingen en al dat soort dingen. Yes. Als je het niet kent, jullie kennen het al uit de Tweede Kamer. Ze is ook voorzitter van het COC. Nou, dat past hier wel in Worm. Cyber Operations Center. Ja, nee, maar dat, ja, het cultuur- en ontspanningscentrum staat er, ja, trouwens, zeker, voor. Ja, zeker. Ja, lekker ontspannen, ja, met, ja, elkaar. En we don't judge. So, pas bij de hackers. Ja, alleen het loopt soms een beetje elkaar in de weg. Want net tijdens Kaseya was de Pride. Dus ja, je bent een dubbele agenda. Dus ja, ja. Je kon er niet zoveel aan meedoen. Maar goed, nee. Dat hoort er ook weer bij natuurlijk. De DVD Academy, dat is eigenlijk ook waarom jij erin gestapt bent. Wat is je ambitie? Ja, mijn ambitie is en blijft dat er alle jongeren mee kunnen blijven doen. En ik heb gewoon gemerkt waar ik vandaan kom. Ik ben op mijn 15e van school gegaan. Dat is geen onbekend verhaal. Maar goed, het was een hele andere tijd. Dus je kon eigenlijk alles slopen. Wat Wietse net ook zo ongelooflijk mooi zei. Maar kapot maken is ook gewoon maken. En dat komt toen nog. En als je dat nu doet als jongere,
hangt daar vaak al een heel groot prijskaartje aan en kom je met justitie in aanraking. Ik wilde heel graag altijd bij de politie of in het leger. Had ik nog steeds gekund nu, want ik heb geen strafblad. Maar ik weet dat veel van deze jongeren uiteindelijk die ambitie ook hebben. Maar als je opgepakt bent, heb je gewoon een strafblad. En is jouw toekomst eigenlijk daar al een beetje weg? En om dat te voorkomen, ja, dacht ik van ja, dan moet je gewoon zorgen dat ze een goede plek hebben waar ze dingen kunnen maken en stuk maken. En in een veilige omgeving en van elkaar leren. En dat, nou ja, dat, ja, weet je, waar kan je dat beter doen dan in een hackersomgeving? Waar we gewoon allemaal onszelf mogen en kunnen zijn. En met al onze eigen aardigheden. Vandaar ook de Wall, hè, van Pink Floyd, van de LD. We don't need no education. Nou, deze jongen hebben juist wel education nodig, alleen van anderen. Ja. Zoals wij. Voor jou is het ook wel echt een belangrijk ding, toch? De Academy. Ja. Ja, hoe kijk jij er tegen? Ik denk dat de academie gaat bijdragen, zeg maar, door ook het onboarding wat wij nu hebben van onze vrijwilligers. Als je nu als vrijwilliger binnenkomt, dan is het hier is het diepe. En waar je naartoe wilt, is dat je mensen er wel diepe in kunt duwen, maar wel begeleid, zeg maar, met het, dat ze weten wat ze moeten doen. Ja. En ik denk ook, als je deze, als je dit beschikbaar maakt voor iedereen, dat je daardoor echt de maatschappij nog veiliger kunt maken. Ja. Dat er echt ook grote aanbod gaat komen. We gaan het straks feestelijk lanceren. Maar zoals ik in het begin al zei, dit is eigenlijk de eerste les voor de DVD Academy leerlingen. Dus jullie gaan dit later terugkijken. En dan ga jij ze overhoren, toch? Ja, wat jij wil. Of wat zij willen. Dan wel. Dan ga ik jullie overhoren. Hè? Dus let op. Is het in die zin een goed eerst lespakket? Ja, ik denk dat wat belangrijk is, de lessons learned hier, is dat er gewoon iemand staat van een bedrijf die dit meegemaakt heeft, eigenlijk slachtoffer was en daar heel erg op een open wijze over vertelt. Nou, daar begint het eigenlijk. Dat open, transparante, dat is les 1, weet je. We doen met z'n allen heel veel dingen en het lijkt allemaal heel duister en spannend. En er zitten ook best wel spannende kanten aan. Maar uiteindelijk gaat het erover. Doe je het op een responsible manier? En dat willen we gewoon gaan leren. Nou, als je deze aflevering hebt bekeken, dan snap je het verschil tussen dat ethisch hacken, dat is echt een no-brainer. Je bent hacker of je bent het niet. En anders ben je gewoon een crimineel. Dus als je met die instelling en hiernaar kijkt en denkt van wauw, dit vind ik echt geweldig. Ik wil ook dingen gaan ontdekken. Ik wil mensen gaan helpen, want daar gaat het over. Ik wil ook hacker worden, terwijl je dat eigenlijk al gewoon bent. Want we gaan je denk ik heel weinig nieuwe trucjes leren. Maar wel, hoe ga je op een ethische manier om met disclosures? Ja, weet je, als je deze aflevering hebt gezien, dan weet je, oké, dat wil ik. Of je denkt van, nou, ik word lekker crimineel, ook prima, maar dan heb je bij ons niks te zoeken. Ja, want concreet, wat voor lespakketten komen er? Wat voor modules? Ja, weet je, ik ben nog echt van de old school, dus ik ben nog echt van de OC-layer. Ja. Ik weet niet of mensen dat nog kennen, maar dat gaat wel heel erg over hoe is het internet nou opgebouwd? Hoe zijn pakketten opgebouwd? Hoe is software opgebouwd? Waar begin je? Dus daar, ja, Networking Essentials zal een van de ongelooflijk saaie, ja, ik vind het leuk, lessen zijn die je leert over. OC-layer is, de meest basale vorm is gewoon de fysieke netwerken. Ja, precies. Vervolgens platformen erop, vervolgens de dienstverlening, de software, nou, noem het maar op. Dus applicaties je bouwt tot helemaal en op, met informatie. Tot, ja, en je ziet dat in die hele OC-layer, ja, daar zitten gewoon allemaal gaten in. Ja. En dat kun je, dus je kunt op een gegeven moment het internet onderzoeken. Maar je kunt ook een softwarepakket onderzoeken. Weet je? En daar zit of een, WordPress sites. Dat is sowieso, het is een dienst, maar het zit ook op het internet. En het is een softwarepakket. Dus, dat is gewoon echt schieten voor een knaak. En daar kun je wel de onderscheid in gaan ontdekken. Als je weet van hoe is zoiets nou opgebouwd. Volgens mij, ja, weet je, we hebben heel veel dingen. En wat we ook gaan doen zijn gewoon workshops. Dus BGP hijacking, een ongelooflijk mooi onderwerp. Waar je heel veel over kunt leren. Maar dat ga je niet in een lesje stoppen. Daar gaan we gewoon Erik Buijs voor vragen. En die gaat er gewoon ongelooflijk gepassioneerd over vertellen. Waardoor je na die workshop weet van, hier wil ik gewoon verder mee. Of je denkt van, wow, dit duizelt me. Ik ga toch liever wat anders doen. Dus zo bouwen we van alles op. En er zitten gewoon saaie lessen bij. Maar goed, die mag je dan zelf gaan doen online. En wij gaan zorgen dat het uitdagend blijft. Klemtoon. Ja, ik mag het meest saaie deel doen. Ja. Dat vak noemen we NTS, de non-technical shit. Ja. Oftewel de maatschappelijk, ethisch, juridische aspecten van het hacken. Proportionaliteit, subsidiariteit. Nou, valt u al in slaap? Nee.
dat wordt ook heel spannend, met case studies waar het gruwelijk mis is gegaan. Ja, welke vakken ga jij geven, Victor? Ik ga me bezighouden met de defensive en de offensive, namelijk het offensive gedeelte, dus het aanvallende. Ja, ja. Lekker hekken. Ja, ja, de grondbeginselen, zeg maar. En voornamelijk hoe, want de skills om dat te kunnen kun je overal leren. Hè? Die zijn gewoon YouTube-video's waar je dat gratis kunt kijken. Maar het gaat erom hoe wij het doen, zeg maar, hoe wij het toepassen. Ja. En dat is natuurlijk het leuke van de DVD. En wij doen alle dingen op onze eigen manier en wij leren daar weer van. En die kennis nemen we mee naar de academie. Dus het is ook, het is, de academie is zometeen voor jongeren, maar is ook voor andere mensen, zeg maar, die zeggen van, joh, ik ben gewoon geïnteresseerd in cybersecurity. Ik wil bijvoorbeeld die cursus bij je doen, of die training, of die workshop. Ja. Weet je, prima, kom maar. Weet je. Ja, want dat is ook een beetje hoe het gefinancierd gaat worden. Hè. Die 10 jongeren die straks in september, oktober gaan beginnen, die kunnen gratis meedoen. Maar dan worden ze gefinancierd door trainingcursussen die we aan bedrijven geven. Die dan zeggen van, hey, geef ons een cursus dat of dat. Dus zou een soort Robin Hood, gaan we geld van bedrijven naar de jongeren toebrengen. Ja, maar anders zou het geld naar criminelen gaan, dus kom aan. Ja, dat is ook beter. En wat ik ook wel bijzonder vind aan deze opzet is, normaal heb je een opleiding en dan wordt er een curriculum vastgesteld. En daar worden dan docenten bij gezocht. Wij werken precies andersom, hè? Met die 60 vrijwilligers. Er zit allerlei talent. Hè? Je zei net Erik Baes, die weet over BGP. Hè? Dat wordt een KV-protocol, lekker technisch, hoe de internet de netwerken met elkaar werken. Nou, en dan hebben we een pentester en dan hebben we iemand die van infra houdt. En dat gaan we dus inzetten, dat iedereen vanuit zijn talent, dus die jongeren wat leert. Want ja, ook een beetje naar de oproep net van, hoe kan ik meedoen? Ja, dus als je iets belangrijks hebt te vertellen aan hekkende jongeren, dan kun je dus ook bij de DVD werken. Ja, terecht, zeker. Als docent. Ja, en, maar ook weer kennis halen. Ik had vandaag gesprek met een van onze vrijwilligers die zei van, ja, ik ben nog helemaal beginnend. Ik zei, dat is hartstikke goed, want hij had heel veel theoretische kennis. Ik zei, nou, als jij nou voor mij een lespakket samenstelt, dan zorg ik dat jij de praktijk oefeningen uit kan voeren. Nou, helemaal top. Dus ik zei, want het is niet de bedoeling dat je alleen maar komt brengen. Je mag ook gewoon komen halen. En dat hoort uiteindelijk, ja, waar DVD voor staat, voor mij, naast dit is Victor's droom. Het is ook gewoon. Het is onze gezamenlijke droom. En je ziet hoe die werelden bij elkaar komen. Een onderzoeksinstituut, een veilige haven voor hackers, maar ook gewoon voor jongeren. En waar we van elkaar kunnen leren. En ik ben nog echt een hippie from hell van de begintijd. Ja, zo zijn we allemaal begonnen. Met van elkaar dingen leren en niet elkaar uitlachen of uitschelden. Dus ja, ik ben wat dat betreft, misschien ook omdat ik 50 plus ben, kijk ik heel erg terug naar die tijd. Ja, zeker. Ik neem graag complimentjes in ontvangst ook. Maar ik kijk heel erg terug naar die begintijd. En volgens mij is dat ook wat wij uiteindelijk met elkaar willen. Ik ben volgens mij ook het oudste van het hele gezelschap hier. Maar dat maakt niet uit. Nee, het is ongeveer dezelfde leeftijd. Nah. Goed, maar dat terzijde. Ja. Ik zie ondertussen op de chat ene Dave. Die zegt, zeker interessant om zo'n training af te nemen als bedrijf. Nou, dankjewel. Ene Moon die zegt BGP hijacking. Nou, dat is zeker interessant. Dat kunnen we ook weer aan. Ja. Misschien is het ook wel een leuk zijsprongetje even. Border Gateway Protocol, dat zorgt ervoor dat de netwerken van het internet met elkaar praten. En dat noemen wij dan autonome systemen, zo'n netwerk. En dan hebben ze een range van IP-adressen daarbinnen. En elk autonoom systeem heeft een eigen nummer. Nou, wij als DVD, we hebben een eigen HS gekocht. Hey. Ja, alleen nerds vinden dat leuk. Maar nummer 50559, dat is een van de 100.000 AS'en die het internet draaiende houden. Dat zijn wij. En daarmee hebben we dus 254 IP-adressen van waaruit we kunnen scannen. En men ook weet, het is DVD die aan de poort klopt. Dus dan kun je zeggen, ik wil het niet. Zet je op de zwarte lijst. Als je denkt, ik vind dat handig, dan zet je op de witte lijst. Dat gezegd hebbende, die leerlingen gaan daar natuurlijk niet op gaan lopen, BGP hijacking. Nee. Dus we hebben eigenlijk vanaf het begin af aan twee verschillende domeinen. Ja. U ziet dvd.nl en we hebben ons eigen AS van waaruit we scannen met die teringgrote service die Lennart net liet zien. Maar je hebt een eigen URL en die vind ik best wel heel gaaf. Wat is de URL van de Academy? dvd.academy. Ja, dus het top-level domein Academy, maar dan dvd daarvoor. En daar gaat het allemaal plaatsvinden. Nou, dat gaan we op een feestelijke manier lanceren. Hè. Het is natuurlijk leuk om deze 20 augustus 2021 om 20:57, wat er gepland om 9 uur, dus we lopen een beetje voor op de tijd, 3 minuten voor op de tijd, de teller op Academy
of dvd.academy, die loopt dan straks op nul, of die staat al op nul, dat kan best hoor. Dus dat gaan we nu een beetje feestelijk lanceren voor jullie leerlingen. Hè, dat als jullie dit later terugkijken, dan weet je, nou, 20 augustus om 21 uur. 21? Dat is eigenlijk nog mooi. Nee, oké. 21 uur. Gaan we de academie lanceren. Nou ja, confetti kanonnen, daar had ik eigenlijk helemaal geen zin in. Dus ik zou zeggen, nou, pleun, zet even de teller op. En nou, Philip, doe je even een leuke roffel en dan tellen we af van 10 naar 1 of zoiets. Ja. En toen ging dus het licht uit. Reboot. En wat gebeurt er op het scherm? We zijn blijkbaar gehackt door een van je leerlingen, want het hapert en het gaat alle kanten op. Drop shell. Nou, doe het licht maar weer aan hoor. Wow, check op de chat. Yay, explosie. Ja. Nee, dat is wel grappig, want hier bij Worm, er zit dus iemand daar achter het paneel, Robin. Hey, super tof dat je er bent. Achter allerlei knoppen, maar er is dus één knopje en daar staat bij blackout. Dus, dat kun je dus een beetje opdrukken, dan gaat er gewoon alles uit. Nou ja, dat is ook de stream? Nee, even kijken hoor. Nee, inderdaad, black screen zegt Bart inderdaad. Explosie zegt Nelis. En wow, en zo. Yeah. Nou oké, blijkbaar is het overgekomen. Tof, nou dat was de lancering. En als je niet weet wat drop shell is, ja, dan vraag ik me af waar je de hele tijd naar hebt zitten kijken. Maar dat is dus wat je doet als je hacker bent. Het heeft helemaal niks met milieu te maken, nee. Maar ook dat kun je leren op de academie. Ja, inderdaad. Dat kun je allemaal leren op de academie. Goed, nou praat we even door. Dan kijk ik even wat op Twitter gebeurd is intussen. Nou, gefeliciteerd, gefeliciteerd. Victor. Ja. Ja. Jij ook, hè? Ja, ja zeker. Ja. Hey, lieve mensen, we zijn augustus 2019 hiermee begonnen. Ja, had jij kunnen bedenken dat het zo hard was gegaan? 60 vrijwilligers, de academie erbij, wereldwijd. Nou, oké, genoeg veer in onze kont. We gaan natuurlijk weer even verder met het programma. Want het is niet alleen maar DIVD. Het gaat om het scannen, het melden en dat het uiteindelijk gefixt wordt. Maar dan wel op een leuke hackersmanier. Dus de laatste gast die naar het filmpje zo meteen komt, is Elge Jonker over basisbeveiliging.nl. Die is hier ook al eens eerder geweest, maar dat is uitgebreid naar de zorg. Dus Astrid, blijft er vooral bij, want je hebt nog bij de GGD gewerkt voor de testen. Ja, en we gaan het hebben over Bornhack, wat inmiddels begonnen is in Denemarken, en MCH. En nou, Victor, voordat je weggaat, wil je nog iets kwijt aan de mensen, aan de leerlingen die dit terugkijken of de mensen in de zaal? Nou, in ieder geval vast bedankt voor je aanmelding. En voor de mensen die ons niet hebben aangemeld, je kun je nu alvast registreren op de website. En te laten zien of je interesse hebt. Dankjewel. Dankjewel, Victor Gevers. Goed. Nou, de band hoeft even niet te spelen, die kan wat drinken, want onze volgende gast, die vond ik wel leuk om hem te introduceren met een filmpje wat ze zelf hebben gemaakt over MCH. Nou, voordat we de film starten, moet ik even uitleggen wat MCH is, voor het geval u dat niet weet. May Contain Hackers, of allerlei afkortingen die je daarbij kan bedenken. Dus het is een hackerskamp wat in 2022 gaat plaatsvinden in Zeewolde. 4000 hackers in een leeg grasveld, die gaan het snelste internet van Europa opbouwen. Dingen slopen, dingen maken en vooral heel veel overkletsen. En ja, daar heeft hij samen met een van de andere organisatoren het volgende filmpje van gemaakt. En het is ondertiteld. Als het goed is. Ik ben Stish. En ik ben Harushio. Zeewolde is een grote scouting-estate. En 362 dagen later is MCH 2022 de 世界中のハッカーにとってはアベイのホームに様変わりしますよ。敷地のプレビューを見せるから一緒に見てみよう。イベントの会期は2022年7月の22日から26日です。Nギガビットイーサネット、Wi-Fi、 野戦電話など MCH用にさまざまな一時的コンピューターネットワークが作成されるよ。
2022 の会場です。アムステルダムから55キロ離れたゼーウォルデで開催されるよ。ここフレボランド州は1967年にもともとは海だった場所から干拓され、1970年代にこのゼーウォルデが造成されました。フレボランドの存在はよく論争されていて、ハッカー会議に理想的なんだ。このアドベンチャーハウスはほぼ完成ですね。この建物に我々の一部が陣取れればいいのですが、どうせ誰にもわからないから言いたいこと何でも言っちゃうよ。説得力があるからね。訪問者の 92.7% は人間です。会場が広大であるためホバーバードを持ってくるといいですね。キックスクーターや自転車もいいですね。敷地の写真はジョン・カーマックが作ったクエイクエンジンのインスパイアになっているよ。次の MCH では何百というテクノロジーの創造的な応用に関するトークが予定されています。Kom je, Elge, kom er even bij. Elge, ja. Blijf lekker zitten. Ah, Goro-san. Ja. Ohayou gozaimasu. MCH was super des, ne? Ja, inderdaad, dat vind ik ook. Ja. Ano korewa deska? Ik spreek helemaal geen Japans. Oh, sorry. Ik denk, oké. Nee, we hadden een geluidsopname gemaakt. Alleen het was niet goed genoeg. Dus we denken, nou, hoe kunnen we het beter maken? Dus laten we het gewoon dubben in het Japans. Dus ik zat ergens in de middag op een bank allemaal stomme grapjes te schrijven. En iemand anders, Halcyon, die heeft dat naar een dubbingpartij op Fiverr gestuurd. En zo van, middagje zoeken naar wat is de meest bizarre stemmen die we kunnen krijgen. En ja, die avond slepen, pleuren en een filmpje maken. Ah, oké. Ja, nee, ik kan me helemaal in het Japans voorbereid. Dus ik moet even teksten herschrijven. Wacht even hoor. Nee, ik vind Japan geweldig. Ik vind het een prachtige taal ook. Maar goed, dat gezegd hebbende. dit is dus de promo voor wat er in 2022 gaat plaatsvinden. Ja, we hadden natuurlijk eigenlijk daar nu gestaan. Of het was net afgelopen geweest. Het doet een beetje pijn, laat me zeggen. Maar het was net een weekje is het nu voorbij geweest. En ja, nu gaan we volgend jaar, de 22e juli, begint het. En dan is het 5 dagen lang in tentjes op een heel groot veld. Dat hebben we net gezien. Ja. Ja, er was nog meer, maar het filmpje duurde te lang. Dus, want het is echt belachelijk groot. Dus daar vergissen we ons ook altijd in. Dan denk je, dan loop ik even daar naartoe. Dat is minimaal een uur. Ja, nee, dit is een kilometer bij een kilometer. Maar dan zigzaggend tussen tentjes en allerlei apparatuur door. Ja, je bent echt wel een tijdje bezig. En nu nemen we nog een heel stuk erbij. Er wordt ook nog een brug over de dijk heen gebouwd. En al dat soort dingen. Het wordt omgeven door een natuurgebied.
Ja, het is een schitterend terrein. Ja, zeker. Mooi. Nou, mijn vriendin is ecoloog en die maakte zich al zorgen van ja, al die zeldzame beesten. Ik heb misschien nog problemen, maar dat valt wel mee. Want het hele jaar door zit daar scouting. Toch? Ja, scouting zit daar. En... Zeg het goed, hè, scouting. Ja. Ja, okay, ja. De scouting zit daar en het valt inderdaad net buiten dat Natura 2000. Maar zeker als je in de buurt komt van het water, dan zijn er echt hele strenge regels. We mochten daar ook natuurlijk niet drone vliegen bijvoorbeeld. Nee. Dat hebben we niet gedaan. Maar dat hebben we niet gedaan, nee. Nee, hebben we er langs. Dat filmpje ook wel langs geweest. Ah, ja. Over de dijk heen, dat zag je net. Nee, nou, schitterende dronebeelden. En ook die timelapse, dat kunt u ook nog steeds terugzien van 2017. Toen heette het Sja. En dan zie je die opbouw en afbouw. Dat gaat in 2022 sowieso gebeuren. Want ik denk tegen die tijd, zelfs als er nog corona is, dat mensen zeggen, ja, nou is het mooi geweest. Gaan gewoon lekker feesten. Dus, dat is van wanneer tot wanneer ook alweer? 22 juli. 22 juli. En dan 5 dagen. Ja. Is een keer eindelijk. Ja, dan kun je meteen 2 feesten af. Ja. Hey, jij was vorig jaar ook bij, hè, 2017. Hoeveel van jij? Ik was erbij, maar ik moest tussendoor dus naar Amsterdam om mee te gaan op een boot. In mijn leren slip. Nee hoor, dat niet. Maar, maar wel om de Pride te vieren. Nou. Dus, dan waren we gewoon met een hele grote delegatie er naartoe geweest. Ja, gewoon met die boot heen en weer, want het is aan het water. Ja, het had allemaal gekund, maar ja. Nu hoeft dat niet. Nu hoeft dat niet, nee, want het stopt al. Ik werd gewoon omver gelopen bijna. Dus nee, dat hoeft nu niet. Maar het sluit allemaal mooi aan. Dus ik kan gewoon echt... de maand juli wordt gewoon alleen maar feesten. Want dan ben ik ook jarig. Dus echt, het is gewoon één knalmaand. Helemaal goed. Ja. Heerlijk. Ja, we hebben ook zo zitten plannen. Want voor mij, wat lief. Ja, ook ja, inderdaad. Ja. We hebben 1 keer in de 4 jaar is het normaal. Ja, we hebben nu een jaar over moeten slaan. Dus we moeten eerst kijken. Wat doet Bornek? Wat doet IMF? Wat doet Hexzone? Dus, en we hebben dus de mazzel gehad dat we precies ervoor kunnen zitten. En het werkt gewoon. Heel goed. Dus, ja. Leuk. Kijken we weer naar uit. Om iedereen weer te zien ook. Ja, want je noemt nu de andere hackerfeesten inderdaad. Dus dat was wel een beetje plan om dat in elkaar te zetten. 3 september gaan we alvast naar Zeewolde met een petit comité. Ja, de field day noemen we dat dan. Dan gaan we dus gewoon kijken van wat gaan we waar plaatsen. Een beetje elkaar leren kennen en dat soort dingen. Het is ook open. Hè? Dus als je zegt van ik wil daar naartoe en ik wil met deze mensen barbecuen en zo. Dan kan je aanmelden op de wiki. Er staat een mooie felgekleurde banner. En die vind je weer via de website. En dan kan je aanmelden en dan kan je gezellig met ons mee barbecuen. Mensen leren kennen en zo. Ja, dit is eigenlijk een feest voor mensen die niet van feesten houden. Ja, en voor mensen die mensenschuw zijn, dat is wel interessant. Inderdaad, het is een festival voor mensen die niet van festivals houden. Ja. Nee, inderdaad, als ik zeg festival, dan worden altijd heel veel hackers boos. Het is een hackersconferentie. En dat is het ook, hè. Er zijn gewoon iets van 200 talks. Nou, DVD zal ook zeker aanwezig zijn. Maar het leuke hiervan is dat als je mee wilt doen, het is dus niet hiërarchisch. Maar iedereen kan een eigen team vormen. Dus ik heb mij aangemeld als Team Music. En ik heb al geregeld met Bruno en Philip dat die ook meegaan. Ja, precies. En dan vraag je gewoon budget aan en dan ga je. Ja, inderdaad. En dan gaan we 's middags gaan we jammen en dan 's avonds optreden en dat soort dingen. Nou ja, er zijn allerlei teams, mensen die de badges maken. Hè. Dus... Oh, ja. Dat is wel leuk. En mensen die geweest zijn, die weten dat dit was de Epic Badge in 2017. Voor het eerst een mooi printplaatje met alle elektronica en een inkscreen. En nou, je kan er spelletjes op spelen, je kan je naam veranderen, was natuurlijk ook meteen... Er was ook malware voor. Dat was meteen gedaan. Hij staat nog steeds op Chris. En dat werd vervolgens overtroffen door andere hacker-events. Nou, en dit vind ik dan wel een van de mooiste, van Hacker Hotel. Dat is een mooie gouden space rocket. Raket. Ja, die mensen die badges maken, die hebben elke keer, leggen ze de lat zo hoog. En ze overtreffen het elke keer. En ze hebben allemaal hele gave plannen, dus... Weer een uniek design, hele mooie chips. Er was al heel veel ingekocht voordat de Chipmageddon, waar we nu in zitten, laat maar zeggen. Ja. Dus het is 10 keer zoveel waard geworden, maar daar gaan dus badges van gemaakt worden. Ja, dit is sowieso een collectors item geworden natuurlijk. En as we speak is Bornhack in Denemarken dus al... Want het was nog even spannend of je überhaupt hier kon zijn. Want je zou eigenlijk naar Bornhack gaan. Dat is 19 augustus gisteren al begonnen... Vandaag hebben ze allerlei talks. Om 11 uur vanochtend was het dus de badge talk. Hè, dus voortbouwend op de badges. Heb je die nog gekeken? Nee, ik ben, vanochtend was ik met één grote paniek. Ik moest nog 10 dingen doen vandaag. Dus ik ben alleen maar aan het rennen geweest. Ik heb niet eens gegeten. Het is gewoon go, go, go. En morgenochtend zit ik in de trein naar Denemarken. Dus, Oké, morgenochtend. Ja. En mocht u dit programma saai vinden. Van 8 tot 10 is Hacker Jeopardy bezig bij Pornhack.
Dus ik weet niet of het aantal kijkers nu enorm afneemt. Nee, oké, ze blijven nog even kijken. Ja, is leuk. Oh ja, iemand roept in de chat nog de URL. mch2022.org, daar kun je dus kijken. Dan zie je dus eigenlijk de buitenkant. Dan zie je ook een vormgeving die echt zo vet space ziet. Zou je gewoon in Worm kunnen, maar daar kun je dus zelf ook mee aan de slag. VJ Pleun die heeft er ook mee gespeeld, hè? Dat zie je. Ja, we hebben een design generator geschreven. We willen altijd, we maken een design en het leuke is dat je dus, als je zelf tekst invoert, dan krijg je je eigen design met je eigen kleurenset en je eigen vormpjes en dergelijke. En die is voor iedereen apart, maar iedereen die dezelfde naam invoert, krijgt exact hetzelfde design. Dus je kan, sommige mensen, dat zagen we bij Sja ook, dat was een soort van uitprobeersessie. Unicorns! De DVD Academy. Ja. Dus dat ziet er wel vet uit. Hij pleegt zichzelf ook een beetje een hacker, want ze heeft alle variabelen geprobeerd en op een gegeven moment liep die vast. Als je bepaalde variabelen zo hoog instelt, dan is goed om te. Ja, ik had ook alles max gezet en toen ging het goed, dus, maar works in my machine. Nee, dus we doen hier ter plekke een vulnerability disclosure voor jullie design generator. Dus hackers van MCH, als je heel veel sterren invult, dan crasht die. Oké, dat is goed om te weten. Dan, volgende week niet meer. Geen sterrenregel. Oké, goed. Straks Field Day, volgend jaar meld je aan. Leuk team. Als je muziek wil maken, kom ook. Maar er zijn natuurlijk ook mensen nodig voor het Network Operations Center. Voor de content, voor de videostreaming. Wat zoeken we nog? Eigenlijk van alles en nog wat. Ik heb even geen lijstjes nog snel gemaakt. Het staat op de wiki natuurlijk. Ja, inderdaad. Ja, daar hebben we allemaal geautomatiseerd. Maar een van de belangrijke teams is het volunteering team. Dus we hebben tijdens het evenement 1000 vrijwilligers die lopen rond. Doen van alles en nog wat. Die van bar shifts bij de deur. Kijken of mensen een bandje hebben en dergelijke. En ja, Sja hadden we iets van 1000 verschillende vrijwilligers. En dan krijg je een hele berg nog een t-shirt van als ze zoveel hebben gedaan. Of iets anders leuks. Daar zoeken we nog iemand voor om dat mee te helpen. We hebben nu één persoon, maar we willen dat graag met een clubje van 3 mensen doen. Omdat het is een hele leuke en sociale rol. En je kan heel veel impact hebben op het evenement. Daar zoeken we sowieso nog iemand voor. Even denken. Er zijn nog heel veel teams waar we dingen voor zoeken. Een van de leukste dingen vind ik zelf waste. Gewoon afval trashen. Dat heb ik vorige keer ook gedaan. Ik heb een van de dagen van het evenement gewoon daglang, ja, ik wil halve dag lang gewoon afval in containers geflikkerd en zo. Dat is echt heerlijk. Ja. Dat is echt heerlijk. En gewoon alles weg. Oh, zit in een vuilniszak? Doei, het is weg. Oh, zat er iets belangrijks in? Jammer. Weet je? Nee, ik heb dat ook een dag gedaan en het is inderdaad leuk. Dan ga je met een golfkarretje met natuurlijk een eenhoorn bovenop, die heel veel aandacht trekt. Ja, en dan moet je zo'n vuilniszak vol met wespen, want er zitten natuurlijk allemaal clubmaten en bier in en zo, en die gooi je erin. En dan op dat golfkarretje heb je de leukste gesprekken en zo. Dus als zelfs dat leuk is. Ja, het is echt heerlijk om dat te doen. En puinruimen, dat doen we sowieso bij DVD. Dus wat dat betreft ligt het wel aan het verlengen van het hekken. Maar dan kun je dus een team hebben. Ja, inderdaad. Je kunt dus vooraf een team vormen. Ze zijn ook geweldig. Maar op de dag of op het evenement zelf kun je ook aanmelden als angel. En dat je gewoon denkt, van kijken waar de hulp nodig is en doe je mee. Goed. Daar gaan we ook zeker nog verder over praten. Maar je bent hier niet alleen vanwege de leuke festival en dat soort dingen, hack-events en congressen. Ook vanwege basisbeveiliging.nl. Daar ben je al eerder mee geweest. We hebben hier wel eens een workshop gehad, ook een presentatie. Het ging toen met name over gemeenten. Je had samen met 3 anderen een stuk script geschreven waarmee je alle gemeentes scant en dan kijkt van zijn bepaalde basisbeveiliging dingen wel ingesteld. En dan zag je dus gemeentes rood, groen en oranje kleuren of dat allemaal wel goed gaat of niet. Nou, dat ging een beetje moeizaam en die gemeenten vonden het een beetje vervelend. Sinds de coronacrisis dachten jullie van nou, we gaan iets anders doen. We gaan de kaart uitbreiden. Daar kwamen dus de zorginstellingen bij. Ziekenhuizen, GGZ. En dat, hoe zijn jullie begonnen met dat idee? We hadden het idee dat ze nog niet genoeg te doen hadden. Dus we denken, we geven ze wat meer te doen. We hoorden zoveel over ziekenhuizen en het lag al een tijdje op de plank. En op een bepaald moment hadden we zoiets van, ja, we moeten het eigenlijk gewoon doorzetten. Dus laten we het maar gewoon doen en we zien wel waar we uitkomen. En er is een vrijwilliger geweest, die heeft, ik denk een week of twee, alle ziekenhuizen in Nederland, is hij langs geweest, heeft een mooi spreadsheet gemaakt van dit zijn de domeinen ervan. Die lijst is completer dan wat de ziekenhuizen zelf hebben, dus dat is tof. Kijk.
Ja, nee, maar dat is ook de meerwaarde van basisbeveiliging. Dat jullie vaak ook zien van deze domeinen, maar ook subdomeinen, hangen onder die organisatie. En bij gemeentes was het al zo dat er dan ergens marketing.groningen.nl hangt en niemand meer naar omkijkt. Maar in de zorg is dat nog erger, toch? Ja, er is nog veel meer. Ook heel veel reclamedomeintjes. Ja, daar wordt niks aan gedaan, behalve geregistreerd en dat linkt dan door. Dus e-mailspoofing, geen enkele vorm van beveiliging. Ja, het is gewoon achterhaald, zo komt het over. Want hoe erg is het in de zorg of bij de GGD? Want als je hebt tijdens de coronacrisis heb je ook veel bronnencontactonderzoek gedaan voor de GGD's. Natuurlijk ook vanuit DVD heb je ook wel kritisch naar de zorg gekeken. Het was ook een soort stresstest, IT-stresstest voor de zorg ook. Nou ja, als ZZP'er had ik geen werk meer, want mijn werk was vooral podia staan en die mocht even niet meer. En toen kwam dit voorbij van bron- en contactonderzoek voor GGD. Ik dacht, dan word ik gewoon onderdeel van de oplossing in plaats van het probleem, dus ik ga dat doen. En ik kwam er al vrij snel achter, maar het was mijn werk gewoon niet daar. Maar ik zag natuurlijk heel veel dingen die niet klopten. En die heb ik ook wel aangekaart en daar is ook wel naar gekeken, gelukkig. Maar dan zie je dat een zorginstelling houdt zich vooral bezig met zorg en niet met IT. En wat ze dan doen, ze worden wel gedwongen om digitaal te communiceren, om BSN-nummers te vragen, noem het maar op. Maar vervolgens wordt er niet geleerd hoe je daar op een fatsoenlijke manier mee omgaat. En wat er op een gegeven moment echt misging, is dat ze een callcenter hadden ingeroepen waar de mensen, als ze niks te doen hadden, ook niet betaald kregen. En die zijn volgens data gaan verkopen. Want ik hoorde net al iemand zeggen, inderdaad, data, dat niet zoveel oplevert. Nou, volgens mij hebben deze databases ook niet in geld veel opgeleverd, maar wel in ellende gewoon. En weet je, als we dat gaan leren, en ook vanuit de zorg, want ik maak me daar echt wel zorgen over. Dat doe ik al heel lang, dus ik was blij met je faalkaart en dat je naar gemeentewebsites ging kijken, maar ook in de zorg. En de volgende is natuurlijk universiteiten en scholen. Dat ligt al wat klaar. Ja, dus, heel goed. Scholen staat op de wishlist, goed. Maar er zijn er nog een paar andere die staan op zich al klaar. Ja. Maar het kan niet allemaal tegelijk. Ja, het is meer werk inderdaad dan je... Ja. Kijk, want dit is ook een soort vrijwilligers... Wij doen het allemaal in de avond voor de lol en voor de YOLO. Ja, dat is wel wat je doet, heeft onwijze impact. Ja, je moet je mailbox zien. Ja. van liefst of niet. Maar goed, dat was een beetje antwoord op je vraag. Want het is natuurlijk van, het gaat over zorg en je wordt vervolgens geconfronteerd met technieken en met dataopslag en met privacy. En terwijl wat je wil doen als iemand die daarvoor werkt, is gewoon zorg verlenen. Ja. Nee, en dan moet iemand de vuilnis ophalen. Ja. Dat is wat jullie doen. Ja, het belangrijkste is natuurlijk dat zorg wordt verleend. Hè. Dat is nummer 1. En dat een website plat ligt, who gives a fuck. Maar toch, je ontkomt er niet aan als zorginstelling. Als je ergens een formuliertje op je website hebt, dan gaat iemand de BSN invullen. Dat gaat gewoon gebeuren. Dat gebeurt gewoon. Daar kunnen ze niks aan doen. Dus ze moeten daarop voorbereid zijn. Ja. We zien ondertussen achter ons inderdaad die kaart. En dan kun je ze ook geografisch inzoomen. En dan zie je dus de GGD daar of een ziekenhuis daar. En wat mij opviel als ik keek naar basisbeveiliging bij gemeenten, en dan zie je ook zo'n ranglijst, wat is de minst veilige gemeente, wat is de meest veilige, dat wil je natuurlijk zijn, maar dat zie je dus niet ook in de zorg. En wat ik best wel zorgelijk vond, was dat in die top 3 daar staan gewoon grote ziekenhuizen, die we allemaal kennen. En dan kan ik me voorstellen dat die mensen zoiets hebben van, waar bemoei je je mee? We zijn hartstikke veilig. Op een gegeven moment heb je een alliantie gevonden, de ZZ. We hebben net al een aantal partijen genoemd. Hè. Een Z is een Computer Emergency Response Team. Hè. Dat helpt je dus veilig te zijn, maar ook bij crisis geven ze advies. En sinds een aantal jaren is er dus ook een Z voor de zorg. Ziekenhuizen zijn er lid van, GGD sinds kort ook. Zelfs huisartsen kunnen lid worden en die krijgen dus meldingen van, hey, je hebt oude brak software draaien of... Je bent gehackt, je kan ze bellen, dan helpen ze en dat soort dingen. Daar ben je mee gaan samenwerken. Hoe ging dat? Ja, dat was echt een fantastische samenwerking. Op een bepaald moment hadden we zoiets van, wij kunnen niet al die communicatie doen. Het zijn 100 organisaties, die kunnen we niet, dat moeten we allemaal gaan opzoeken. Maar er is gewoon een beveiligingsorganisatie voor de zorg. Een stichting ook, dus dat was meteen een goed vinkje. En die gebeld en die zeiden van, ja, daar willen we wel mee helpen. Dus zij hebben alle ziekenhuizen...
hebben ze contact mee opgenomen. Ook alle GGD's, terwijl dat helemaal geen klanten zijn van hen. Hebben ze nog gewoon, niet? Ja. Nee, nog niet, maar hebben ze wel proactief al benaderd. En daardoor, en we hebben ze ook een maand gegeven om al in de gegevens te kijken. Dus vanaf 1 juni konden ze kijken, 1 juli ging het live. Nou ja, en we zijn nu 2 maanden live en er is een punt geweest dat er 800 hoge risico kwetsbaarheden weg waren. Dus dat is helemaal tof. Toen kwamen er een paar dagen weer meer bij en nu zakt weer wat weg. Dus, maar je ziet dat de eerste impact was echt enorm. Dus dat is fantastisch. Er blijven er nog wel 2000 over. Dus er is nog steeds werk te doen, maar het komt aan. En dat is fijn. En we gaan ook een bedankje sturen binnenkort naar iedereen die al wat heeft gedaan. Van, kijk, er zijn er al heel veel, waarom jullie nog niet? Enzovoort. Ja. Dus dat is, de samenwerking was echt uitmuntend. En ja, ik hoop dat alle certs, dat is een goed voorbeeld voor alle certs, laten we het zo zeggen. Ja, misschien straks met de universiteit SurfCert. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, want voor de gemeentes heb je IBD. Die waren op zich ook wel blij met wat jij deed. Hè. Die hebben we ook aan tafel gehad. En die zeiden ook van ja, het is gratis benchmark en dat soort dingen. Maar het ging allemaal wel erg stroef, hè? Ja, het gaat toch allemaal een beetje lastig. Kijk, als ik je ZZ-Bert bel, dan denken ze meteen mee. En bij de IBD is het toch een beetje van met de handen op elkaar en armen op elkaar. En dan, ja, geen leiderschap. En dat zie je bij ZZ-Bert wel. Nou, ik ben vrij positief over hun, dus ik denk, ik vraag ze ook even wat ze er zelf van vinden. Bij het programma hadden we al een veel te volle line-up en de zaal was ook al helemaal vol. Dus er had iemand van ZZ kunnen zijn. Maar toen zei ik van ja, het programma is al vol. Dus ik heb ze gevraagd, kun je een statement geven? En er stond op de website, stond al nieuwsbericht, dat had ik kunnen voorlezen. Maar Lucinda Sterk, hoofdcommunicatie, heb ik gevraagd van, wat vinden jullie nou van basisbeveiliging in de zorg. Dus ik ga gewoon even de tekst voorlezen. Je hebt het niet gehoord. Ik heb geen reden. Nee, dus vorige keer. Ik ben benieuwd. Vorige keer hadden we de gemeente Appingedam. Die schoot helemaal in het defensief zo. Van, Nou, hou je vast. Je komt de mening van ZZ over basisbeveiliging.nl. Het is een lange tekst. Dus als je wat wilt drinken, dan kan dat dan ook meer. Als ZZ zijn wij blij met initiatieven zoals van basisbeveiliging.nl. Dus toen Elger ons contacteerde om hierin gezamenlijk iets te doen, grepen wij die kans met beide handen aan. Nou, het begint heel positief, hè? Voor deelnemers die dat willen, handelt ZZ als al de coördinated vulnerability disclosure meldingen af. Hè. Dus hackers vinden kwetsbaarheden, dan zorgen ze ervoor dat het terechtkomt. Hierdoor krijgen we regelmatig meldingen over zaken zoals SPF, DKIM, DMARC. Hè. Dat zijn je basisinstellingen, met name voor e-mail dat gewoon klopt. Security headers en meer. Basisbeveiliging.nl past wat ons betreft mooi in dat straatje. Het brengt de verbeterpunten mooi in zicht. In overleg met Elger hebben we een publicatiedatum afgesproken. En dat was dus een moment dat gelanceerd werd. En die datum in gedachten hebben de deelnemers op de hoogte gebracht dat de kaart voor de zorg eraan zat te komen. Nou, 2 maanden voor publicatie. Dan heb je ook een previewfunctie te beschikking gesteld aan ZZ. Dan konden ze dus zelf ook even testen en zo, al dat soort dingen. Dit geeft zorginstellingen de gelegenheid om in 1 oogopslag te zien welke onderdelen van de aan hen geleerde domeinen nog verbeterd kunnen worden. Dat was dan ook 1 van de feedbackpunten die we kregen. Het is fijn om een dergelijk overzicht aangeleverd te krijgen, uitroepteken. In grote zorginstellingen met soms honderden domeinen is het niet altijd even makkelijk om zelf het overzicht te houden. De rapportagefunctie van basisbeveiliging helpt daarmee. De samenwerking is ons uitstekend bevallen wanneer deelnemers, of wij als ZZ, dingen vonden die niet klopten en een aanpassing vereiste, pakte Elger dat vlot op. Nou, niet alleen jij, maar nog 3 anderen. Ja, dat klopt, ja. We hopen dan ook dat basisbeveiliging voor sommige zorginstellingen net dat kleine duwtje in de rug geeft en de basismaatregelen op dit gebied te treffen. Dankjewel, Lucinda Sterk, voor dit citaat. Had ik niet verwacht. Ik zat echt met mijn hart. Nee, maar, ja, een beetje suspect. Nu gaan het komen. Zo, nee, maar wat ik eigenlijk had verwacht, is dat nog meer dan bij de gemeentes, dat je als ziekenhuis zit, ja, weet je wel, wat de fuck, we lopen hier mensenlevens te redden en dat wij fucking DKIM niet hebben ingesteld op onze e-mail. Boeien! Dat had ik verwacht. Een soort chagrijn. Van jij duwt, weet je wel, dingen die jij als nerd belangrijk vindt, hoger op het prioriteitenlijstje. Terwijl wij gewoon met andere dingen bezig zijn. Maar niet van dat. Nee, dat vind ik wel apart. Echt, ja, dat is echt wel top. Dat is wel fijne reactie dit. Ja, ik kan op de website zetten. Ja, inderdaad. Ik zal het zelf op de website zetten. Dat is misschien wel leuk dat ik het op de Hacktalk zet. Goed.
Gaat dit helpen? Want ja, de zorg is natuurlijk nog wel veel meer fundamenteel kwetsbaar. Nou, ik denk als je zo'n positieve reactie krijgt, dat dat zeker gaat helpen. Want daarmee merk je ook dat die urgentie wordt gevoeld. En volgens mij begint het daarmee. Als je niet snapt dat er een bepaalde urgentie is waarom het veilig moet zijn, ja, dan ben je echt aan het, dan ben je echt Don Quixote. Ben je alleen nog maar tegen windmolens tegen. Dus weet je, ik denk dat dit heel positief is. En het is natuurlijk, de mensen in de zorg moeten zorgen. Maar de mensen die daar omheen zijn en die moeten zorgen voor de IT, die moeten dus ook de ruimte krijgen. En volgens mij, die wisselwerking, nou, die geef jij nu heel goed aan met een vrijwilligersproject. Maar uiteindelijk zal dat omarmd moeten worden, ook door de ziekenhuizen zelf. En als er inderdaad wat extra geld over is, stop het in je IT-omgeving of in ieder geval in je mensen. En niet in je directie. Ja, sorry, ik ben altijd wat van de platgeslagen organisaties. Maar er gaat echt te veel geld naar de top die dit soort projecten afbranden. Want het is heel irritant als je een mail krijgt van je website is niet op orde of je mail niet. Terwijl je nu merkt, en ook als je met mensen die in de zorg werken praat, zij willen dit wel. Zij willen namelijk de allerbeste zorg kunnen bieden. En dat betekent ook een veilige online omgeving. We zien echt een heel groot... Een aantal die leveren gewoon elke maand weer een nieuw lijstje met domeinen. Zo van, alsjeblieft, voeg het toe. En dat is wel heel erg fijn. Dat zijn ook dingen die we niet kunnen bedenken. Nee. Maar uiteindelijk moeten ze het wel zelf gaan doen, vind ik. Ja, maar goed, dat is mijn... Ik ook, want ik bedoel, wij zijn ook maar een klein groepje vrijwilligers. En als we er geen zin in hebben, en of er zijn andere prioriteiten, bedoel... Ja, wat dan, weet je wel? Staat het dan stil? Want dat hebben we wel vaker meegemaakt in het verleden. Ja, dus ik heb wel hoop voor de zorg. Voor de gemeentes heb ik nog steeds wat minder hoop. Ja, maar dat komt ook wel goed. Nee, de zorg is nog veel te doen. Daarom ook jullie initiatief. Daarom ook ZorgZet. Misschien ook wel leuk om te vertellen dat met ZZ zijn we ook bezig met een ideetje om al die kwetsbare apparaten die vaak in ziekenhuizen staan, om daar een keer een ziekenhuiskamer van te maken. En daar een groepje hackers los te laten. Misschien wat van jouw leerlingen of andere DIVD'ers. Dan moeten leveranciers natuurlijk wel meewerken. Maar het laat wel een beetje de mindset zien van ZZ. En dat hacken ook hartstikke leuk kan zijn. Ja. En dat ze ons blijkbaar ook nodig hebben om de wereld veiliger te maken. We zien voor de zorg nu wel... Kijk, gemeenten staan nu al 4 jaar op of zo. De zorg net. En we zien bij een aantal kwetsbaarheden echt een factor 10 verschil. Gemeenten liggen dan echt heel ver voor. Dus ik hoop dat echt wel in een kort termijn wordt ingehaald. Ja. Nee, dus dank voor dit initiatief. Ik hoop dat bij MCH dat daar ook iets over komt. En misschien kunnen we met ZZ bij MCH, ik doe gewoon een oproep via de camera, daar gewoon zo'n ziekenhuiskamer neerzetten. En dat al onze matties erin rassen en... Alles, röntgenscans en defibrillatoren en bloedpompjes binnenste buiten keren. Zou vet cool zijn, toch? Of niet? Ja, dat is echt geweldig. Nee, bij deze is er budget voor. Dus op MCH, dan kunnen we er zo een tent voor neerzetten. En daar kunnen we ook communicatie aan wijden. Dat is uitmuntend om daar iets mee te doen. Dus absoluut. Dus als je een bedrijf bent in de zorg, medische technologie, dan kun je bij MCH shinen door daar iets te laten hacken. Vet cool. Nou, ik kijk ondertussen even op Twitter en de chat wat er allemaal gebeurt. Er zijn wat klachten over de cameraman van Zembla die steeds door het beeld loopt. Oh, nou, die is nou weg. Hij is weg. Ja, hij is weg. Dus dat scheelt. Maar desalniettemin, het programma is al afgelopen, dus dat maakt dan ook niet meer uit. Wil jij nog iets zeggen? Nee. Jij nog? Nee, ja, weet je, sorry, applaus voor Elger. Ja, come absoluut. On. Ja. Zeker, zeker, zeker. Nou, fijn dat je er weer bij was. Jij natuurlijk ook, Astrid. Even een applausje ook voor Astrid natuurlijk. En voor jou, Chris. Nee, daar klapte niemand. Geweldig. Oké, wij gaan niet verder met zuipen en kletsen en hacken en al dat soort dingen. Over 4 weken zijn we er weer. Hacktalk nummer 19 op 17 september. Er staat nu op de website staat een icoontje en er staat gelekt met een druppeltje. En als je erop klikt, dan ga je direct door naar de autoriteit persoonsgegevens. Dat betekent dat we moeten het programma nog vormgeven. Maar vandaag hebben we vanuit DVD vooral de onderzoeken laten zien van er is een kwetsbaarheid. We scannen, we melden en hopen dat opgelost wordt.
Er is nog een ander soort onderzoek wat we momenteel ook veel doen. En dat is dat er gewoon hele bakken met gelekte credentials naar ons geschoven worden. In een vondelingenluikje noemen we dat dan. En dat ze zeggen, zoek het maar uit. Nou, dus jouw wachtwoord en gebruikersnaam staat bij ons. En dan sturen wij jou een mailtje of via anderen. Verander je wachtwoord. Maar daar zitten dus heel veel ethische dilemma's aan. Hoe deel je dat? Hoe meld je dat op een nette manier? Ook allerlei andere dingen als Have I Been Pwned, daar gaan we ook een variatie van maken. Kortom, over 4 weken, 17 september, wees er weer bij. En Pleun en Bruno en Filip zijn er ook weer bij. En ik natuurlijk ook, samen met DVD. Stukje muziek, blijf nog even lekker kletsen. En dat doen wij hier ook. Tot de volgende keer. Bye-bye.